Nou, hallo allemaal. Online, want het is een Internet of Energy evenement. Hè, dus dat kun je het beste online doen. Ja, jongens, welkom allemaal. Laten we ervan genieten met elkaar. We hebben een mooi programma opgesteld door Duurzaam Gebouwd. Ik zou bijna willen zeggen, mijn vrienden van Duurzaam Gebouwd, want wat hebben we eigenlijk al best veel evenementen samen gedaan. En ook denk ik een van de eerste clubs die echt gericht aandacht begon te besteden aan het thema Internet of Energy. Toen ik vanaf het moment dat ik daar echt fulltime mee aan de slag ging, 2016, 17, hebben we hierover contacten onderhouden. En dus dit is altijd een warm bad. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ik zal mezelf eventjes voorstellen. Mijn naam is Arash Azami. Ik ben onder andere oprichter van iets dat heet The Internet of Energy Initiative. Ik heb een bedrijf dat heet Unify. Wij richten ons op lokale zelfbalancerende energienetten, toepassing van zwermintelligentie, van kunstmatige intelligentie, om netwerken totaal decentraal stuurbaar te maken. En oprichter van Universal Right. En dat is een stichting die zich internationaal inzet voor de notie van toegang tot schone hernieuwbare energie als mensenrecht. Want wie van ons heeft er geen energie nodig? We hebben allemaal energie nodig. En nog steeds zijn er 2,9 miljard mensen op de wereld die in energiearmoede leven. En dat zou zo mooi zijn als ook die een kans krijgen om bij te dragen aan aan de wereldgemeenschap, aan de vooruitgang van de mensheid. Want daar gebruiken we primair energie voor. Nou, ik ga voor jullie een korte presentatie houden en daarna kondig ik onze eerste spreker aan. Let's go, toch? Als ik van de organisatie één duimpje mag, dan in de chat, dan ga ik mijn scherm delen. Nou. Internet of Energy. En ik zeg de laatste tijd echt steeds vaker power to the people, maar dan literally. En wat jullie hier op de achtergrond zien, dat is een mobiele telefoonoplaadstation in Niger in West-Afrika, waar ik opgegroeid ben. Dat gebeurt daar met dit type engineering. Dus zoals je ziet hier, keurig serieel geschakelde AC-outlets. Nou ja, dit is hoe het gebeurt. Overigens, in de tijd dat ik daar heel veel kwam, ik heb daar 8 jaar gewoond, ik ben opgegroeid, zag je dat allemaal gebeurde met dit soort toepassingen allemaal gebeurde met diesel. De afgelopen jaren zie je dat met name dit soort kiosks, dus waar je bijvoorbeeld je mobieltje oplaadt of waar je andere simpele dingen doet die energiegerelateerd zijn, dat die steeds meer solar-powered zijn. Het hele mobiele telefoonnetwerk in Niger is inmiddels nagenoeg solar powered. En dat komt puur en alleen door het ontbreken van een fysiek grid dat al die verschillende dorpjes en steden met elkaar verbindt. Dus dat betekent dat daar eigenlijk die hele grote leapfrog is gemaakt, dat haasje overspringen waarin we eigenlijk het fysieke grid overslaan en meteen overstappen naar 100% hernieuwbaar gedreven systemen. En ze werken en dat is prachtig om te zien. Crisis, jongens. Zitten we in een crisis? Hebben jullie wel eens een crisis gehad? Ik vind deze quote zo gaaf van Kissinger. There cannot be a crisis next week because my schedule is already full. Ik heb in mijn leven regelmatig crisis mogen meemaken. Die zijn bijzonder louterend. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik een crisis tegenkwam en dacht, zo, die komt even goed uit. Ik heb daar precies de ruimte voor in mijn agenda. Het gebeurt gewoon niet. Nou, in termen van energie zou je kunnen zeggen, er is crisis. Ik denk dat we dat allemaal op verschillende manieren voelen. En wat is er aan de hand? Bijvoorbeeld, als je hier kijkt naar de Global Peace Index, dat is een behoorlijke dataset die jaar op jaar op jaar wordt bijgehouden met allerlei verschillende bronnen die gezamenlijk eigenlijk de mate van vrede in een land kunnen meten. Het leest eigenlijk zo makkelijk. Er zit heel veel data achter, maar in feite is het heel simpel. Als je in een groen land woont, dan ben je heel blij dat je er woont. En als je in een rood gekleurd land op deze kaart woont, dan ga je alles doen wat er binnen je macht ligt om naar een groen land te verhuizen. Ja, vrede. Nou ja, wat ik een aantal jaar geleden ben gaan doen, is een overlay maken over deze kaart met de plekken waar wij de grootste hoeveelheden energie vandaan halen.
halen. En dat ziet er zo uit. En dan krijg je toch wel een heel raar gevoel, want dit is, dit gaat de kansberekening te boven. Je kunt stellen, nagenoeg onomstotelijk, dat er een correlatie bestaat tussen conflict en energie. En dat komt omdat dit de plekken zijn waar de grootste hoeveelheden fossiele energie wordt gewonnen. En dat zijn plekken op aarde, geolocaties, waar iemand een vlag op kan planten van een bedrijf of van een land. En als je dat doet, dan zal een ander land of een ander bedrijf denken, maar daar wil ik mijn vlag hebben. Waarom hebben zij het recht en ik niet? Zo krijg je conflict. En als je het plat slaat, meer dan 90% van de internationale conflicten in de afgelopen eeuw zijn bevochten in meer of mindere mate om energie. Ook de oorlog die nu gaande is, Rusland-Oekraïne, heeft een onlosmakelijke verbinding met energie. Kijk maar naar die 40% energie of gasafhankelijkheid, Russisch gasafhankelijkheid in Duitsland, 15% hier in Nederland, ondanks onze eigen bronnen, maar ook 18% in Frankrijk. Nou, ik heb ooit een analyse gedaan waaruit, dat is 10 jaar geleden of zo, maar waaruit bleek dat 80% van alle Europese industrieën in meer of mindere mate Russisch gasafhankelijk zijn. En dat hebben wij allemaal mogelijk gemaakt. Dat hebben we mogelijk gemaakt door de afgelopen 20 jaar om op deals te sluiten, terwijl we eigenlijk ook wel met ons volle verstand hadden kunnen bedenken, wacht even, maken we daar niet mee een enorme geopolitieke afhankelijkheid mee? En dat is gewoon zo. Feitelijk is het zo, elke keer dat wij fossiele brandstoffen gebruiken, dan zijn wij, of kopen, dan zijn we ergens een conflict aan het financieren. Denk aan de Zuid-Chinese Zee, denk aan Venezuela, denk aan het Midden-Oosten. Ik ben zelf bijvoorbeeld, ik ben half Perzisch, half Iraans en half Nederlands. Mijn ouders, die hebben elkaar kunnen ontmoeten, omdat mijn vader zijn land moest ontvluchten, wat een directe verbinding had met een olieconcessie. En dus eigenlijk ben ik een kind van een energieconflict. Dus die correlatie tussen energie en conflict, die is onlosmakelijk. En dat is een helaasheid. Maar wij worden nu op dit ogenblik enorm incentivized, zou je kunnen zeggen, om daar wat aan te doen. En toch is conflict niet eens het allergrootste probleem. Want op dit ogenblik verbranden we 500 miljoen jaar aan fossiele bronnen in een spanne van een kleine 500 jaar. Dat betekent dat wij 1 miljoen keer meer fossiele energie gebruiken dan dat de aarde kan bijhouden. Dus het probleem zit niet zozeer in conflict. Het zit niet eens in de milieuconsequenties van fossiel gebruik of in klimaatconsequenties. Nee, dat zijn allemaal, consequenties van een bizarre onbalansfactor. En die onbalansfactor is dus een factor 1 miljoen. Dit betekent dat als wij in balans met de planeet willen zijn en we willen nog steeds met dieselauto's rijden, ja, dan moeten we dus dieselauto's maken die 1 liter diesel gebruiken op 15 miljoen kilometers in plaats van 1 op 15, zoals we gewend zijn. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat het handiger is om dan niet je slimste engineers te zetten op zuiniger met diesel rijden, maar op hele nieuwe technologie. En gelukkig zijn we dat ook al aan het doen. He, dus het gaat niet om het milieu of om het klimaat. Dat zijn allemaal consequenties, conflict of geopolitiek. Balans is het allergrootste issue. Balans met de planeet waar wij onderdeel van zijn, waar wij op leven. En we zien nu steeds vaker, we hebben anderhalf eeuw ongelooflijk ons best gedaan om onszelf niet meer te hoeven zien als een onderdeel van de natuur. Maar wij zijn onlosmakelijk onderdeel van die natuur. Wij zijn stervelingen en wij zijn onderdeel van die natuur. Er is wel eens iemand geweest die de massa van alle mensen, alle 7,8 miljard mensen op de wereld heeft berekend, ten opzichte van de totale massa van het aantal mieren op de wereld. Nou, in kilo's gezien zijn er meer mieren dan mensen. Dan is er nog iets interessants met energie. Ja, want wij hebben namelijk ontzettend vaak connotaties met onze financiële realiteit. We willen alles berekenen in ROI's, in returns on investment. Maar tegelijkertijd is het zo dat alles wat je maakt, alles wat we met elkaar delen, alles wat er in de natuur gebeurt, alle waarde die ooit gecreëerd wordt, zijn grondslag heeft in energiestromen. Of sterker nog, in energietransformaties. En ik weet dat er straks zal Richard ook spreken, en die zal hier zelfs nog wat dieper op ingaan van Ethan. Maar dit is de basis. En
Wij zitten hier omdat we allemaal iets te maken hebben met energie. En ik wil jullie dus eigenlijk meegeven, dit werk is fundamenteel. Het is veel fundamenteler dan de financiële markten die door mensen bedacht zijn en ook weer door mensen opnieuw bedacht kunnen worden. Energie is een natuurlijke realiteit waar we altijd mee te leven hebben. En de wetten van de thermodynamica die dicteren dat wij, dat het allemaal hiermee begint. Dat is... Ja, hier kan ik uren over vertellen, maar dat ga ik niet doen. Want dan jat ik namelijk de tijd van de andere sprekers. Dit plaatje kreeg ik in 2007 van Larry Stout. En Larry, op dat moment was hij de directeur van het Ierse Energie Instituut, het Dundalk Institute of Technology. Die vroeg me, wat zie je hier? Nou ja, het is duidelijk een piek, maar wat voor piek is dit dan? Een tijdlijn. En toen vertelde hij me, dit is fossiel energiegebruik van de mensheid door de eeuwen heen. Wauw. Dacht ik toen, want dit liet me zien dat wij eigenlijk nog maar heel kort fossiele energie gebruiken. En dat wij dus duizenden jaren lang bijna uitsluitend hernieuwbare bronnen hebben ingezet om te doen wat we doen. En die fossiele energie die heeft ons ontzettend in de versnelling gebracht als mensheid, want dat zijn ontzettende concentraties aan energie die je kunt vrijmaken met een druk op de knop. En die druk op de knop, die hadden we zo nodig om te kunnen industrialiseren. Om heel snel slimmer te worden, om tijd te winnen. Want energie uit hernieuwbare bron zonder moderne technologie kost gewoon de helft van je wakkere uren. Maar tegelijkertijd zien we ook, wij zijn nu hier, wij gaan steeds minder fossiel gebruiken, maar wij willen heel graag die tijdwinst behouden en daarvoor zetten wij verslimming in. En die verslimming die vinden wij in onder andere de toepassingen of de kruisbestuiving tussen digitale technologie en fysieke energietechnologie. Dus tot ongeveer 1850. Ik ben geboren in Zaandam. Nou ja, als ik dat een paar eeuwen eerder had gedaan, dan zag mijn uitzicht er zo uit. Dus buiten de Zaanse Schans was de hele Zaan zo. En dit was dus een ontzettende rijke gemeenschap die hernieuwbare bronnen inzette om rijk te worden. En niet alleen maar windenergie, maar ook waterenergie. Dus er werden zelfs windmolens ingezet om water naar hoger gelegen gebieden te pompen, dat weer terug kon stromen als er geen wind was. En er waren rosmolens, molens met een paar paarden eromheen. In de industrialisering kregen we energy on demand, at the flick of a switch. Dus echt met een druk op de knop kon je je behoefte voorzien. Dat heeft ons de tijd en de ruimte gegeven, de mobiliteit gegeven, de slimheid gegeven. Maar ook conflict, geopolitieke interafhankelijkheden en de opkomst van de consument, dus de eindgebruiker energie. En nu zien we digitalisering en dat noem ik eigenlijk renewables 2.0. Want wij kunnen nu voor het eerst in ons mensenbestaan over hernieuwbare energie beschikken met een druk op de knop. En dat komt dankzij digitalisering, dankzij systeemintegratie. Maar vandaag zitten we wel in een energierealiteit die heel moeilijk kan dealen met verandering. Dus ons huidige systeem is perfect ontworpen voor eenrichtingsverkeer, planning en controle, gascentrale die je precies aan en af kan schakelen op het moment dat iemand zijn lichtknopje aan en uitdrukt. Maar met 1,5 miljoen inmiddels aanbieders van hernieuwbare energie in Nederland, al die daken met zonnepanelen, de windmolens die er staan, et cetera, zien we dat er ontzettend veel stress op het systeem ontstaat en dat we dat proberen te beantwoorden met meer planning en steeds minder controle hebben. En dat leidt tot de neiging om ontzettende netten te verzwaren en weet ik wat allemaal voor hele heftige kunstgrepen toe te passen, terwijl je misschien ook kunt gaan denken aan een heel anders ontworpen systeem. En dat anders ontworpen systeem, daar gaan we het vandaag over hebben. Grid congestion, daar zal onder andere Richard het ook flink over gaan hebben. Maar ook bijvoorbeeld zien we hier problemen met de interoperabiliteit van Europese netten, waarin we zien dat heel veel problemen die lokaal ontstaan, alsmaar geëscaleerd worden naar het volgende niveau, waardoor we elke keer kansen maken eigenlijk op Europese blackouts, zoals afgelopen jaar vanuit Kroatië met één middenspanningsstation dat bijna een blackout voor 300 miljoen Europeanen veroorzaakte. In de VS zien we ook dat power outages verdubbelen elke 5 jaar inmiddels door dit soort problematiek. En in Nederland zijn we zo gezegend met een net dat het 99,9954% van de tijd doet. 24 minuten per jaar zonder elektriciteit. In de VS is het 138 minuten. In Niger en West-Afrika, waar ik opgegroeid ben, 1400 uur zonder elektriciteit per jaar.
En dan hebben we nog de pricing shit hits the fan in Europe. En dat is die 650% hogere kilowattuurprijzen die we afgelopen jaar hebben gezien. Wow, hè, hoe hiermee te dealen. En tegelijkertijd zitten we in een realiteit waarin de productie van hernieuwbaar juist ontzettend aan het dalen is. Dus het zit hem dus niet in de productiekosten, maar het zit hem in de marktkoppelingen met fossiel. En het zit hem in de systeemkosten. En ik denk dat we hier met Internet of Energy hele belangrijke antwoorden op aan het ontwikkelen zijn. Dus wat heeft dit allemaal nodig? A different mindset. En dus Buckminster Fuller, onthoud deze quote, zou ik zeggen. Je verandert de dingen niet door de bestaande realiteit te bevechten, door je energie kwijt te raken aan wat niet klopt, maar door te bouwen wat wel zou kunnen werken. En dit is precies waar we vandaag voor zitten. He, door steun te bieden aan die vier transities waar de energietransitie uit bestaat: de technologische, de economische, de maatschappelijke en de institutionele transitie. En zo komen we vanzelf op een Internet of Energy. En gek genoeg werkt zo'n Internet of Energy, en dit hebben we afgelopen jaar aan den lijve ondervonden, terwijl we op landgoed Welna, op de Veluwe, onze scoping sessies hielden van wat zijn nou die dragende principes voor dat energiesysteem voor de toekomst. Ja, het bos laat ons eigenlijk al zien. Het is gebaseerd op generositeit, op continu op zoek te zijn naar de nieuwe balans, op peer-to-peer, op decentralisme en op overvloed. Internet en energie zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hadden een energiesysteem nodig om internet te kunnen ontwikkelen, maar nu is internet een basisbehoefte geworden voor het runnen van het energiesysteem. Het een kan dus niet meer zonder het ander. En ook dat zullen we vandaag raken. En zo zien we dus dat internet, dat in 1973 bestond uit 36 gebruikers wereldwijd, via 1989 Tim Berners-Lee, die het WWW-protocol ontwikkelde, naar 4,8 miljard, bijna 5 miljard vandaag, gebruikers is gegroeid. 700.000 nieuwe internetgebruikers per dag. En moet je je voorstellen dat we dezezelfde curve doorlopen met het energiesysteem. En dat is wat het IOI doet. En dat stelt ons in staat om niet meer die eindgebruiker te zijn, die consument te zijn, maar prosument. Je bent verbonden omdat je waardevol bent. Sterk geholpen door IoT, inmiddels 13,5 miljard apparaten wereldwijd, decentraliseren we langzaamaan het systeem tot een gedistribueerd systeem waarin je niet meer kunt zeggen: dit is een aanbieder, dit is een afnemer, want alles kan alles zijn. Peer-to-peer, digitaal, multicarrier. Nou, hier wil ik het eventjes bij laten. Want, oh ja, en als laatste, dat wil ik nog eventjes noemen, en iedereen is daarvoor uitgenodigd, maar vanaf 31 oktober organiseren wij een grootschalige hackathon precies op dit onderwerp. En daar zullen we met een hoop partners doen. Maar ja, dit wordt gewoon tof. Dit zijn precies de challenges die we zullen adresseren. Hè? Dus niet alleen maar technologisch, maar ook economische nieuwe modellen, institutionele nieuwe modellen, maatschappelijke nieuwe modellen. De Transform Hackathon. Stay tuned en je mag me altijd DM'en voor meer info. Ik wil jullie hartelijk danken en nu ga ik de eerstvolgende spreker uitnodigen. En zijn naam is Heine van Wieren. Wij kennen elkaar al een tijdje natuurlijk uit het IOI-domein. Heine die vervult onder andere een sleutelrol voor Troef, voor een van de eerste echte IOI-initiatieven, denk ik, die ook gefund en gegund zijn door onze overheid, dus via RVO. Hij is business developer voor Orange Next, voor Energy Next. Hij houdt zich bezig met de inzet van allerlei duurzame assets die met elkaar verbonden zijn, zodat gebouwen over en weer energie kunnen delen op een hele slimme manier. Heine houdt van fietsen, net als ik, woont in Assen in Drenthe. En ja, wat ook nog leuk is om te melden, het eerste wat hij zei toen we in relatie tot deze ontmoeting kennis aan het maken waren: Heine is blij dat COVID heeft gezorgd voor een veel lagere CO2 footprint, omdat we zoveel meer geneigd zijn om via internet met elkaar verbonden te zijn. Heine, ik zou zeggen, take it away. Goedemorgen allemaal. Als er vragen zijn naar Esje, dan hoor ik het wel. Ik hoor je in ieder geval wel. Ik zie je alleen niet meer, maar dat is niet zo'n groot probleem. Troef. Ja, ik mag hier het Troef Consortium vertegenwoordigen. En het Troef Consortium is een subsidietraject wat inderdaad door RVO is gegund. We hebben denk ik, een mooie set aan partijen weten te vinden die dit initiatief willen
gaan trekken. Het is onder leiding van BAM. We zijn ondertussen nu anderhalf jaar onderweg. En als je kijkt, ik zei al een mooie set aan partijen. KPN is onderdeel van het consortium. KPN levert de communicatie en de middleware laag. Timeless is onderdeel van het consortium. Dat is, levert de blockchain toepassingen die we willen gaan gebruiken. Wij zelf als Orange Next zijn vooral gewoon bezig met sturen van apparaten. Entrance verzorgt de koppelingen naar de traditionele markten. Stedin levert ons heel veel informatie en is betrokken vanuit netbeheer. AM is een projectontwikkelaar. Ik ben ook heel erg blij dat wij de NEN als partij hebben. De NEN is, zoals je misschien weet, verantwoordelijk voor allerlei standaardisatie en normalisatie. En als wij gewoon een Internet of Energy willen creëren, dan is standaardisatie en het gebruik van genormaliseerde protocollen erg belangrijk, zodat je de kosten gewoon kunt verlagen van het aansluiten van allerlei apparaten en van mensen die deel willen nemen aan een Internet of Energy. Tot slot hebben we ook nog een aantal een hogeschool en een universiteit betrokken. Erg belangrijk om kennis te delen, learning communities te creëren, maar ook de input te krijgen vanuit de onderzoekswereld om daarmee te koppelen op de nieuwe ontwikkelingen en ook mensen daarbij te kunnen betrekken. De inspiratie, of een van de inspiratiebronnen voor het Troef-programma is Pando. Pando is een bos in Utah, Amerika. En dat is het oudste levende mechanisme ter wereld. Het is ook meteen het grootste levende mechanisme ter wereld. Want het zijn meer dan 50.000 bomen die via één wortelstelsel aan elkaar verbonden zijn. Eigenlijk een soort internet of nature, zou je bijna kunnen zeggen. Heel veel uiteinden van één met elkaar verbonden bomenstelsel. Het probleem is alleen dat Pando bedreigd wordt door de mensheid. Het wordt steeds kleiner en dat heeft alles mee te maken met verduurzaming en met de energietransitie die daar onderdeel van is. Wij willen proberen samen met het Troef-consortium om dit proces te keren en proberen een duurzame en gezonde leefomgeving te krijgen voor iedereen en daar het Internet of Energy voor te gebruiken. Wat is dan het Internet of Energy volgens Troef? Jullie zien nu een versimpeld model van wat wij vinden dat of hoe een Internet of Energy eruit zou kunnen zien. Het begint met alle individuele gebouwen of apparaten die aangesloten zijn. IoT is een middel om zaken met elkaar te verbinden. Maar wat wij zien is dat we al die individuele gebouwen gewoon in onze scope hebben. Vervolgens gaan wij die gebouwen bundelen tot lokale energiegemeenschappen. Voor het gemak bundelen we dat op dit moment vooral naar gelijksoortigheid. Dus we bundelen huishoudens bij huishoudens, kantoorgebouwen bij kantoorgebouwen en mobiliteit bij mobiliteit. Maar in ieder geval, daar ontstaan communities van gelijksoortige apparaten. Die communities, daar gaan we dan vervolgens op optimaliseren. Als we dat optimalisatieproces hebben afgerond, dan kunnen we dat samenbrengen in een Internet of Energy, samen met al die andere geoptimaliseerde gemeenschappen. En zo ontstaat er gewoon één netwerk van allerlei communities, met daaronder natuurlijk de gebouwen die daar zitten. En proberen we dat met z'n allen te optimaliseren en de kosten daarvan te verminderen en uiteindelijk gewoon een optimaal energienet te creëren. Nou, wat zijn dan dit soort communities? Je kunt natuurlijk denken aan coöperaties aan de residentiële kant, maar je kan ook denken aan green business clubs aan de utilitaire kant ook bedrijven die multi-location zijn, dan is het niet zozeer lokaal, maar hebben we wel gewoon te maken met veel gelijksoortige gebouwen die door bijvoorbeeld heel Nederland zijn. En ook dat zou je als een community kunnen beschouwen. Een ander fenomeen in dit perspectief zijn natuurlijk de aggregators. En ook een aggregator kan worden beschouwd als een soort van lokaal geoptimaliseerde
energiegemeenschap. En ook daar kunnen allerlei apparaten en huishoudens en een mix ervan gewoon van ontstaan. Dat is vervolgens Troef eigenlijk de manier waarop wij naar het Internet of Energy kijken. Dus het is een gelaagd model met een samenwerkende communities. Dan eerst nog eventjes iets over mezelf. Raj, dank voor je introductie. Mijn naam is Heine Verwieren. Ik werk voor Orange Next. Orange Next is onderdeel van de ICT-groep. En binnen Orange Next, wat een productenclub is, ben ik verantwoordelijk voor de business development voor ons product Energy Next. En dat Energy Next product, dat is vooral gericht op het sturen van apparaten in het veld. Dat hebben we al lange tijd gedaan. Het eerste project wat we ooit gedaan hebben was Power Magic City in Groningen, waarin we een veertigtal huizen aan elkaar gekoppeld hebben. Via een traject in Heerhugowaard, waar 250-tal huizen zijn geweest, hebben we gewoon diverse communities kunnen ondersteunen. Daarmee is een product ontstaan wat inzetbaar is in de energiemarkt, in een Internet of Energy. Wat we ook gedaan hebben, en dat komt zo meteen nog even terug, is een bedrijventrein in de stad Groningen geoptimaliseerd, waarin we verschillende bedrijfspanden aan elkaar gekoppeld hebben. En dat hebben we geprobeerd te optimaliseren, zodat alle verbruiken binnen achter de meter geoptimaliseerd konden worden. Door het aansturen van laadpunten, koelhuizen, intern transport. En het meten van allerlei apparaten die in de betreffende regio stonden. Voor de rest van de presentatie, zoals ik al zei, heeft het Internet of Energy volgens Troef verschillende invalshoeken, residentieel mobiliteit en utiliteit. Ik ga me voor de rest van de presentatie vooral focussen op de utiliteit. Daar focussen wij ons op dit moment vooral op. Waarom? Omdat bedrijven veel energie verbruiken over het algemeen. Met andere woorden, je hebt meteen veel impact. Wat wij zien, in tegenstelling tot wat er in het verleden altijd aan de hand was, dat er ook een gevoel van urgentie is. Dat er ook steeds meer bedrijven op dit moment geïnteresseerd zijn, intrinsiek geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een Internet of Energy. Of eigenlijk om te verduurzamen. Wij vinden dat dan via een Internet of Energy kan, maar wij zien dat dat steeds meer de belangstelling heeft en dat we daar dus gewoon een versnelling mee kunnen bereiken. De reden waarom wij Troef begonnen zijn, is dat wij geconstateerd hebben is dat de energietransitie voor veel bedrijven onbereikbaar en onbetaalbaar is geworden. Dat heeft ermee te maken is dat de energiemarkt best wel complex in elkaar zit. Dus als je voordelen wilt halen uit bijvoorbeeld congestiemanagement of diensten aan Tennet wil bieden, dan zijn dat vrij complexe diensten waar je kennis van moet hebben, wat je geïngericht moet hebben, waar je apparatuur voor moet aanschaffen. Het is dus best wel een complex verhaal om daar aan deel te nemen. Bovendien, op het moment dat je het allemaal zelf wil ontwikkelen, dan wordt het ook redelijk onbetaalbaar. Als er allerlei initiatieven ontstaan, iedereen gaat maar eigen batterijen koppelen, eigen laadpleinen koppelen. Op verschillende manieren, dan ontstaan er, dan worden de kosten van het koppelen erg hoog. Dus er is dus een noodzaak tot het standaardiseren van koppelingen. Gelukkig in elektrisch vervoerland zijn er al een aantal standaarden, maar als het gaat om het koppelen van gebouwen, van batterijen, van zonneparken, dan is er een heel groot gebrek aan standaarden. En daar proberen we ook in te voorzien, zodat je de kosten van het koppelen of het deelnemen van aan een Internet of Energy kunt verlagen. Bij de opstart van Troef hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. En die zijn eigenlijk ook een beetje in lijn met wat Raj denk ik presenteerde. Wij vinden dat het van groot belang is dat het transparantie is. Men moet weten hoeveel CO2... acties, wat de consequentie op CO2-gebied van je acties is. Wat de kosten van je kilowatturen zijn. Hoeveel kilowatturen je gebruikt. Wat wij ook als uitgangspunt hebben binnen Troef
consortium. En jullie hebben gezien dat wij geen energiebedrijven als onderdeel van ons consortium hebben. Dat wij geen winstmarge op de commodity willen hebben. Dus geen winstmarge op de energie willen plaatsen. Dat maakt dat we niet gericht zijn om zoveel mogelijk energie te verkopen. Maar juist om het te reduceren en het zo goed mogelijk in te zetten. We willen een democratisch energiesysteem. Waarbij de waarde die we genereren in het energiesysteem terugvloeit naar de community en de deelnemers. En tot slot, ja, het systeem moet natuurlijk robuust, schaalbaar en wat ik al zei, gelaagd zijn. Het resultaat erbij is een aantoonbaar duurzaam, lagere kosten en een verhoging op het rendement van duurzaamheid en klaar voor de toekomst. Dat is ons doel. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Wat wij geconstateerd hebben is dat als je een Internet of Energy wil gaan creëren, dat je moet starten bij de gebruiker. Er zijn verschillende gebruikers als je kijkt naar een pand. Je hebt natuurlijk de medewerkers die het pand hun werk moeten doen. Je hebt specialisten, de gebouwbeheerders, de energieinkopers en je hebt management. Dus je zult al die partijen moeten adresseren om daadwerkelijk het verschil te maken. We willen dus gewoon best wel werken aan dashboarding. En we willen ook werken aan manieren om de specialisten te ondersteunen, zodat zij gewoon de energiemarkten kunnen uitnutten voor de doelen die ze daarmee mee willen hebben. Hoe we dat willen doen, is vooral met het verzamelen van data en het delen van data, zodat we een soort data-gedreven optimalisatie kunnen realiseren. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Ik zei al dat een aantal Universiteit Eindhoven betrokken is bij dit traject. Zij zijn vooral bezig met het creëren van een digital twin, een digitale kopie van de werkelijkheid, waarin we kunnen simuleren wat er met de energiestromen gebruikt en hoe we dat gewoon het beste kunnen optimaliseren. Dat doen ze op voorhand, zodat we gewoon optimalisaties kunnen bedenken, maar ook gedurende het proces, zodat we ook gedurende de uitvoering kunnen bijsturen. Ja, tot slot, als je dan een keer als je met die gebruiker bent begonnen, is de volgende stap dat je de optimalisaties het beste kunt uitvoeren op het moment dat je dingen samen doet. En vandaar dat we dat gelaagde model ook hebben. Vandaar dat we ook naar een soort gelijksoortige layered energies, lokale energiecommunities zijn gegaan. Want dan kun je gezamenlijk dingen bij elkaar optellen. Je kunt dan gezamenlijk bijvoorbeeld naar tenders stappen om je diensten aan te bieden. Je kan gezamenlijk een batterij aanschaffen. Je kan dus samen energie inkopen. Je kan zelf gezamenlijk duurzame energiebronnen gaan proberen te kopen of te plaatsen. Maar wat je vaak ziet is dat ze op dit moment al geplaatst zijn en dat je daar gewoon een inkoopcontract mee kan afsluiten. Maar gewoon puur om duurzame bronnen gewoon ter beschikking te hebben. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Jullie zien hier een aantal dashboards die we gecreëerd hebben. En daar ga ik zo meteen nog even iets verder op in. Van belang is dat je gewoon laat zien wat er in een gebouw gebeurt. En in dit geval hebben we gebouw Rijnstraat 8 gekozen. Je ziet wat de opwek is. Je ziet wat een eventuele batterij die er geplaatst is, wat daar de status van is. Waar de energie vandaan komt. Hè? De gele laag komt het uit, is de mate waarin je het uit de zonnepanelen kan halen. Groen is wat de groene energie is. En blauw is de energie die uit de batterij komt. En dit soort dashboards heb je nodig om gebruikers te betrekken bij de transitie. Door die zichtbaarheid zie je wat je gedrag is en wat het effect van je gedrag is. Kun je laten zien hoe duurzaam een gebouw is. En wat we ook doen is diezelfde gegevens vertalen naar een groenscore. En wat van belang is voor die groenscore is dat we dat in eerste instantie
op uurbasis doen. Ja, op dit moment wordt er natuurlijk veel energie ingekocht en verkocht en certificaten aangekocht op jaarbasis. Maar wij willen juist kijken naar hoeveel groene energie verbruik je in het uur dat die groene energie ook daadwerkelijk is opgewekt. Nou, op dit moment doen we dat op uurbasis. We gaan in de toekomst naar kwartierbasis. Nou, als jullie het licht weten, is de hele energiemarkt in Nederland op kwartieren gericht. En uiteindelijk zou je naar een real-time basis willen. Maar we willen gewoon dichter zitten op het moment dat de energie is opgewekt, versus het moment dat het gebruikt wordt. En daar willen we ook op gaan sturen en op gaan optimaliseren. We houden daarbij met een track-and-trace systeem. Dat betekent gewoon dat we alle duurzame energie bijhouden. Dat doen we met de blockchain technologie, zodat we weten waar die energie vandaan komt. Een ander dashboard is dat we gewoon zichtbaar willen maken hoe zo'n community, zo'n gelaagde energiesysteem, of zo'n community in het gelaagde energiesysteem, met elkaar samenwerkt. En dan zie je dus hoe de energiestromen binnen die community plaatsvinden. Je ziet ook allerlei elementen zoals de voorspelling van de energie en de mate waarin je aan de voorspelling gewoon voldoet. Dat zie je in dit geval op community niveau, omdat je gezamenlijk zaken met elkaar hebt afgestemd en dat je dus een gezamenlijke verwachting hebt van hoe de energiestromen met elkaar lopen. Maar je ziet het ook op individueel gebied, omdat je ook op individueel gebied een voorspelling moet gaan maken. Een ander element wat wij denken dat het energieverbruik gaat optimaliseren, eigenlijk de deelname van mensen gaat stimuleren, is gamification. Wij denken aan het creëren van een leaderboard, waarin de verschillende panden binnen zo'n community met elkaar vergeleken worden. Dan moet je natuurlijk wel het nodige aan normalisatie doen. En daar gebruiken we de universiteit op dit moment ook voor. Je moet gewoon kijken van hoe kun je gebouwen met elkaar vergelijken. Het is natuurlijk niet helemaal fair om een heel oud gebouw, waar heel veel resultaten worden geboekt, altijd onderaan te laten bungelen. Misschien zou je dat juist wel helemaal bovenaan moeten staan, omdat ze gewoon heel veel vooruit gaan boeken op energietransitieniveau, of op energiebesparing of op kostenvermindering. In plaats van een heel modern gebouw wat daar al op ingericht is. Dus met dat zo'n leaderboard en de keuze kun je dus mensen stimuleren, kun je het management stimuleren om maatregelen te treffen, kun je specialisten stimuleren om activiteiten te doen, zodat ze gewoon uiteindelijk gewoon dat de hele wereld wat een stukje beter, een stukje groener wordt. Heine? Ja? We hebben nog een paar minuutjes. Dan ga ik snel door mijn volgende slidestream. Hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Nou, dit zijn ongeveer de dashboards. Onze visie is dat ook op de boardroom, naast alle mooie schilderijen, ook een mooi dashboard tot stand komt. Maar ook de informatie moet op apps beschikbaar zijn en op alle andere manieren. Hoe doen we dat dan? Aantal stappen. We verbinden de data die er al is. Dan gebruiken we alle systemen die er al zijn. Dus de partners die we hebben, die hebben allerlei systemen al. En die proberen gewoon zoveel mogelijk uit te nutten, zodat we niet van scratch hoeven te beginnen. Maar gewoon op basis van de bestaande implementaties verder kunnen gaan. We verbinden het aan het nieuwe Troef-platform, aan het nieuwe dashboard. En analyseren wat er kan gebeuren om de bedrijven verder te verduurzamen. Een aantal componenten binnen de troefdiensten. We leveren, als laatste, de balansdiensten, antenne en netbeheerders om de congestie op te managen. We leveren smart charging activiteiten. We leveren zekerheid over prestaties. In onze proposities hebben we twee vormen. Je kan als bedrijf zelf de regie hebben, maar je kan het ook volledig bij het troefconsortium neerleggen, die dan de sturing doet en het energie als een service biedt. Troef, volgens ons, is een startpunt voor het Internet of Energy. We beginnen met het verbinden van één gebouw. Daar komen gebouwen bij. Uiteindelijk
koppelen we daar allerlei duurzame bronnen aan. En uiteindelijk ontstaat er gewoon één Internet of Energy voor heel Nederland. Onze vraag aan jullie is, doe mee. Wij zoeken vooruitstrevende bedrijven, gemeenschappen die mee willen doen aan het Troef Consortium. En ik wil jullie dus ook vragen om aan te melden, zodat je met ons een Internet of Energy kan creëren. Dat was mijn presentatie. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, groot online applaus. Allemaal hard op de spatieknop tikken. Mooie presentatie en prachtig om te zien, Heine, hoe jullie eigenlijk in het afgelopen jaar heel Troef eigenlijk hebben gebracht van een idee tot, want ik was een klein beetje betrokken bij de geboorte toen, maar van een idee tot, iets wat er eigenlijk heel erg doenbaar en logisch en realistisch en grijpbaar uitziet. Dus kudos. Ja, het is een uitdaging. Hè. We hebben natuurlijk zo'n mooi subsidieprogramma, het duurt 4 jaar, maar ja, we hebben na anderhalf jaar de eerste concrete resultaten gezien. Ik heb al veel subsidieprogramma's mogen doen. Meestal is het op het laatste moment dat er van alles en nog wat staat, maar er staat nu van al het nodige in het Troef Consortium. Maar daar ben ik gewoon heel erg blij en trots op dat we dat alvast hebben kunnen bereiken. Dus ja, zeker. Ja, tof. Ik heb ontzettend veel vragen aan je, maar tegelijkertijd zie ik ook aan mijn klokje dat ik onze volgende spreker ga aankondigen. Ik zou vooral ook willen vragen, blijf nog even online, want wellicht dat we dan in een vraaggesprek straks na de eerstvolgende presentatie alsnog eventjes een gesprekje met elkaar kunnen hebben. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Okay. Maar ik ga nu aankondigen. Richard ter Horst werkt voor Eaton Corporation. Enorm bedrijf, wereldwijd actief. Maar Richard is segment en product manager Benelux. Mr. Energy Transition voor Eaton, zou je misschien wel kunnen zeggen. Ook echt uit persoonlijk interesse gekomen op, hoe zit het nou eigenlijk met power management? Hoe zit het met distributie van elektriciteit? En niet alleen dat, maar Richard die heeft ook nog een oude boerderij gekocht met het idee om daar in de komende jaren nieuwbouw op te zetten en dat te doen volgens de allerlaatste inzichten en standaarden. Wellicht een prachtige deelnemer ook in Troef. En ik wil eigenlijk welkom heten aan Richard ter Horst. Zet je presentatie online, take it away. En ik ben ontzettend benieuwd naar je verhaal. Bedankt Arash voor de korte introductie. Ik probeer jullie deze morgen mee te nemen in het verhaal wat ik al vaker deel. Het is een verhaal waarin ik zelf ook persoonlijk echt volledig achter sta. Ik ben een grote fan van de visie die Eaton in zijn geheel ook uitdraagt hierop. Het heeft een paar kernpunten die straks in de presentatie ook wel verder naar voren komen. Het is een algemene slide om mee te starten. Door Arash is het al duidelijk toegelicht. De afhankelijkheid van energie is inderdaad belangrijk. Ik hoef dat eigenlijk niet nogmaals toe te lichten. En eigenlijk alles wat we nu doen en laten is afhankelijk van energie. Of het nou onze voedselvoorziening is, onze verplaatsing, ons plezier, onze gezondheid, et cetera. Alles is verbonden met energie. We realiseren ons bijna niet wat voor impact het is als die energie niet meer beschikbaar is. Wellicht in landen zoals Arash al vertelde, in Niger bijvoorbeeld, waar energie duidelijk minder vanzelfsprekend is, beseft men dat wat meer. Maar energie is echt van levensbelang voor ons. En in het kielzog daarvan zijn we als land, als natie, als wereld proberen we minus de klimaatsceptici ook bezig te houden met die energietransitie.
Zoals ITEN daarin staat, zien wij gebouwen in de toekomst als energiehubs, zoals dat hier nu ook toegelicht is. Een energiehub is een plek waar energie bijvoorbeeld opgewekt wordt, verbruikt wordt, opgeslagen wordt, verhandeld wordt, noem maar op. Maar gebouwen zien wij als de spil in de energietransitie. Daarnaast is het zo, ik kan een korte video laten zien. Volgens mij heeft deze video geen geluid. Ik laat het muziekje ook weg, ik vind hem ook niet zo heel interessant. Maar in deze video wordt wel kort getoond wat eigenlijk binnen op woningengebied onder andere veranderd is. Ik zal hem starten. De kern van de vorige video die sloeg erop dat wij bij de meeste woningen bijvoorbeeld zonnepanelen, een koeker, een espressoapparaat, een Amerikaanse koelkast, maar ook een elektrisch voertuig toevoegen. Die allemaal goed bedoeld ook voor ons eigen comfort zijn. Waarin we ook proberen mee te doen met de energietransitie, maar die ook inderdaad daadwerkelijk een hele andere, nou ja, zoals het al wel vaker genoemd is, balans geven wat het energienet betreft. En dan zijn de woningen niet de grootste veroorzakers voor de netcongestie die we nu hier in beeld zien. Dat zijn over het algemeen zijn dat de grote opwekkers van duurzame energie. Het is niet voor niets dat de rode gebieden in Nederland vooral gebieden zijn waarin wij een wat lagere bevolkingsdichtheid hebben, meer landbouwgrond, waarin grote zonnevelden zijn geopend. Flevoland en Noord-Holland is voor het grootste deel rood doordat we daar grootschalige windenergie opwekken. In 2020 bijvoorbeeld was Zeeland geel op het moment dat we de aansluiting hebben gemaakt met het grote windpark op zee, is Zeeland onmiddellijk rood. Dus wat we hier zien is dat we door onze goede bedoelingen op die energietransitie ook in hoog tempo ons eigen net volledig vooral volzetten en reserveren. Het is wel belangrijk om te weten dat wat je hier ziet is dat dit vooral een reservering van het net is. Dat wil niet zeggen dat ons energienet op alle tijden van de dag volledig vol en overbelast is en dat de kabels in de hoogspanningsleidingen rood gloeiend staan. Maar op het moment dat die gebruikers of opwekkers aangesloten worden, is de capaciteit die zij kunnen leveren is op dat moment gereserveerd. En kunnen er op dat moment geen nieuwere aansluitingen gemaakt worden, voor het geval alle partijen inderdaad op dat moment ook maximaal energie leveren. Dat is onder andere ook zichtbaar in het feit dat er nu dan van partijen die een zonneveld willen aansluiten, gevraagd worden om op de helft van het vermogen te gaan leveren of te gaan inschrijven. En dit probleem zet zich voort. Hiervoor had ik een kaartje staan van april 2021. Heel Flevoland is inmiddels oranje geworden. Dat was toen nog helemaal niet. Heel Gelderland is nu oranje geworden. Dat was toen nog niet zo. We zien in de Randstad zien we steeds meer kleine spots ontstaan. Waarbij zowel terugleveren als afname niet meer mogelijk is. Hoofddorp bijvoorbeeld is een bijzonder vervelend congestiegebied. Ben ik vorige week geweest bij een hoteleigenaar. Maar dit levert echt problemen op. En dit vertraagt de energietransitie ook. En ik denk ook oprecht dat dat beter kan. Door hier op een andere manier mee om te gaan. Ik zal de slides weer doorklikken. Ga je nu op straat iemand vragen. Wat betekent nu de energietransitie in jouw ogen? Dan zal het gros van de mensen die zal antwoorden dat isolatie, ledverlichting, zonnepanelen of windturbines zijn en een warmtepomp. Daarnaast zullen de meeste mensen zich ook nog wel realiseren dat we allemaal in een EV moeten gaan rijden. Als het gaat om nieuwe auto's in ieder geval. Vanaf 2030 worden er geen brandstofmotoren meer verkocht mogen er alleen nog maar. Dat zal vrijwel 100% EV's worden. Waterstof is echt achtergeraakt als het gaat om de uitrol van voertuigen. Om dat mogelijk te maken hebben we in 2030 ongeveer net zoveel EV-laadstations nodig als EV's. Dus dat betekent om en nabij de 1,7, 1,8 miljoen laadpalen die we nodig hebben. Maar wat niet iedereen zich realiseert, wat eigenlijk gewoon wel aan de hand is, is dat wij de energietransitie doen door eigenlijk alles volledig te elektrificeren. Je ziet andere energiebronnen, andere groene energiebronnen, zoals bijvoorbeeld waterstof, zie je weinig voorkomen.
En wat je al helemaal weinig ziet, dat is de visie dat die energietransitie het beste mogelijk is door lokaal op te wekken en lokaal te gebruiken. Dus grote zonnevelden in het noorden van Nederland plaatsen die heel veel energie opwekken, maar die daar weinig gebruikt worden en al die energie over grote delen van Nederland te moeten transporteren, is in feite gewoon, het is goed bedoeld, maar het is geen goede oplossing voor ons energienet. In mijn ogen is een van de sleutels in die energietransitie om dat mogelijk te blijven maken, is lokaal opwekken en lokaal gebruiken. Wat mij betreft mag je, liever niet, maar mag je bijna al het andere vergeten. Als je de visie lokaal opwekken en lokaal gebruiken blijft onthouden. Maar, alles leuk en aardig wat praten betreft. Maar wat betekent het nou daadwerkelijk eens voor een gebouw op het moment dat je in een congestiegebied bijvoorbeeld zit. En je wil zo'n energietransitie wel doorvoeren. Ik heb een case study erbij gepakt van bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Dit kantoorgebouw, daar zijn ongeveer 200 mensen werkzaam. Ze hebben een aansluiting van 250 ampère. Ze hebben een energiecontract waarbij ze maximaal 200 ampère mogen afnemen. Dat is door de energiemaatschappij is gedicteerd, omdat er niet meer energie beschikbaar is. Ze hebben 200 parkeerplaatsen. En dit energiegebouw, met dit kantoorgebouw willen ze de energietransitie maken. Ze zijn verplicht om vanaf 2023 energielabel C te halen. De meeste gebouwen kunnen dat halen door het toevoegen van wat isolatie en ledverlichting. Maar op het moment dat je wat verder wil gaan, dan wordt het vaak een heel stuk lastiger. De kogel is nog niet door de kerk, maar de verwachting is nog steeds dat ook bij bestaande bouw het vanaf 2025 verplicht wordt om ook 10% van de parkeerplaatsen uit te voeren met laadstations om ook de EV-rijders daarin te kunnen voorzien. Bij dit gebouw kiezen we er dan ook voor om laadpalen van 22 kilowatt toe te voegen. 11 kilowatt is ongeveer de gouden standaard. Je voegt 22 kilowatt toe voor het steeds verder toenemende de energiecapaciteit in de EV's en ook de laadsnelheid die men daarmee wil. En zoals gezegd, dit gebouw bevindt zich in een congestiegebied, dus het vergroten van een netaansluiting is op dit moment niet mogelijk. En de grote vraag is nou vooral, hoe ga je nou de energievoorziening continueren? Terwijl je met dit gebouw wel die vergroening wil doen, zoals warmte toevoegen, warmtepompen toevoegen, zonnepanelen toevoegen en het plaatsen van de laadpalen. We hebben dit inmiddels al vaker gedaan. We hebben al verschillende projecten hebben we begeleid. Je ontkomt er haast niet aan om bij zo'n gebouw als eerste te gaan kijken naar het energieprofiel van zo'n gebouw, dus het belastingsprofiel. Nou is het bij commerciële gebouwen vaak zo dat, bij kantoorgebouwen in ieder geval, is dat de energieverbruik relatief vlak is. In het begin van de dag is die vaak wat hoger, omdat ventilatie, verwarming, et cetera, opstart. Maar wat wel belangrijk is, is om te vermelden dat op het moment dat je de energietransitie doorgaat, die gaat warmtepompen toevoegen. Dat zien we bij woningen ook, dan verdubbelt ruimschoots je energieverbruik. En dan zie je al dat je op dat moment al met een energietekort zit. Door het toevoegen van een warmtepomp. Dus je gaat al iets over die limiet van die 250 ampère van je netaansluiting heen. En je gaat al ruim over het maximum van je energiecontract. Dat energiecontract zou je nog over kunnen discussiëren. Of je dat gaat verhogen naar je maximale netaansluiting. Maar je netaansluiting kun je niet meer vergroten. Dus je zit in zo'n gebouw al vrij snel met een energietekort. Daarnaast wilden we met dit gebouw ook laadpalen gaan toevoegen. Laadpalen hebben vaak voor een commercieel gebouw een belastingsprofiel waarin de piek in de ochtend zit. De mensen komen met hun EV's aan, willen vaak ook ervoor zorgen dat ze aan het eind van de dag ook weer weg kunnen. Dus aan het begin van de dag pluggen ze de EV's in de laadstations. En je ziet over het algemeen een vrij scherpe piek in de ochtend en je ziet die verder afnemen. Rekensommetjes hierbij, 20 laadpalen van 22 kilowatt. En nou is het echt niet zo dat die 20 laadpalen constant 22 kilowatt afnemen. Want de gemiddelde energiebehoefte per laadsessie is ongeveer tussen de 23 en 26 kilowattuur. Omdat niet alle EV's voorzien zijn van een parkeerplaats, ben ik uitgegaan van 1,5 laadsessie per laadpaal per dag. Maar wel staat hij niet in met een laadpaalbezetting van ongeveer 70%. Niet alle laadpalen zijn continu bezet, dat is ook niet realistisch. En dat leidt ertoe dat je een totale energiebehoefte hebt van 780 kilowattuur.
Laat ik dit aan een installateur zien, dan zal iedere installateur zeggen, ja, welke MAF-ketel gaat dan nu ook laadpalen, zo bijvoorbeeld 20 laadpalen, ongeregeld toevoegen aan het energiegebouw. Het wordt over het algemeen ook niet gedaan. Dus er wordt load balancing toegepast. Het voordeel daarvan is dat je de piek afvlakt. Maar wat wel belangrijk is, is dat de totale energiebehoefte, die 780 kWh, die blijft bestaan. En het lastige is, doordat je load balancing gaat toepassen, vlak je het af en smeer je het uit. En wat er dan gebeurt, is dat de binnenkantoortijden in plaats van die 780 kWh, maar 500 kWh overblijft. Dus je komt voor het laden van de EV's, kom je energie tekort. Ongeveer 33% tekort. Tel je die twee bij elkaar op, dan heb ik het profiel van load balancing. Dus niet de scherpe piek, maar EV-stations met load balancing toegevoegd. Kom je uit op een totaal energietekort van ongeveer 600 kWh. En dat is ook moeilijk op te lossen op deze manier. Wat natuurlijk wel zo is, is dat we bij dit gebouw ook hebben gezegd van ja, we gaan zonnepanelen toevoegen. Ik moet even oppassen. Ja, heb ik hierin staan, kom ik op terug. Dus wat we tot nu toe hebben gezien, 20 laadpalen toegevoegd, 600 kWh energietekort. En we gaan zonnepanelen toevoegen, maar doordat mijn netaansluiting 250 ampère is, kan ik mijn PV-veld ook maar maximaal met 173 kilowatt piek uitvoeren. Ik heb daar kilowattuur staan, het zou kilowatt piek moeten zijn. Omdat namelijk anders je bij geen gebruik van je gebouw alsnog weer over je netaansluiting heen gaat. Dus de ironie is dat je een energietekort hebt van 600 kilowattuur, maar dat je op een ideale dag 900 kilowattuur energie kan opwekken. Alleen qua timing kloppen ze niet. En dat is eigenlijk al vrij duidelijk te zien. De PV-velden hebben een mooie golf. En je hebt een groot deel van je energievraag heb je in de ochtend zitten. Vooral door de piek van EV's en het opstarten van het gebouw. En op dat moment doen je zonnepanelen doen weinig. Tel je die bij elkaar op. Dan hou je nog steeds een energietekort over. Een energietekort in de ochtend van ongeveer 130 kWh. En een energietekort aan het eind van de dag van ongeveer 35 kWh. En dat zou betekenen, tel je die allemaal bij elkaar op, dat je met een energieopslagsysteem van 50 kWh en een relatief kleine omvormer van 70 kWh of 80 kWh uit zou kunnen. En dat je de energievoorziening mogelijk zou maken. Maar helaas, dat weten we allemaal, zonne-energie is geen betrouwbare, duurzame bron als het gaat om het oplossen van energietekorten. Dus je zult er in deze situaties ook vanuit moeten gaan. Dat je rekening moet houden met momenten waarop de energievoorziening dat het niet gecompenseerd wordt met je backpacking. Ik heb dat in dit geval bijvoorbeeld het winterscenario en het zomerscenario genoemd. Maar dan heb je dus een energieopslagsysteem van ongeveer 700 kWh nodig. Dat is aanmerkelijk groter. De inverter hoeft nauwelijks groter, omdat je namelijk een relatief klein energietekort moet oplossen. Daarnaast heb ik nu nog geen rekening gehouden met verdere energiebesparende maatregelen, LED-verlichting en isolatie en energiemanagement. Daarmee kun je ongeveer nog 15-25% verdere energievraag reduceren. Maar je blijft zitten met een significant energietekort, wat je in dit geval eigenlijk alleen maar kan oplossen met een batterijsysteem. Voeg je nu inderdaad een inverter toe van 80 kilowatt, bijvoorbeeld 6 of 7, tussen de 5 en 700 kilowattuur aan energieopslag, dan kun je dat inderdaad oplossen. Resultaat daarvan is dat als je dat op die manier oplost, dat je wel je vergroening kan doorvoeren. Dus je kunt je EV's laden, de EV-laadstations toevoegen, je warmtepompen toevoegen en je een optimaal gebruik maken van je zonnepaneelinstallatie. En nou moet ik, het is niet de bedoeling dat ik mezelf nou in de voet schiet, maar dit is tussen aanhalingstekens het lossen van de congestie. Als het gaat om het totale beeld van de energietransitie, zou je kunnen zeggen, ja, dit is tussen aanhalingstekens maar het toevoegen van een batterij. Om het energietekort op te lossen, dat kunnen veel andere partijen ook. Dat klopt, dat is inderdaad waar. En ik ben er ook stellig van overtuigd dat je meer moet doen. Een van de grote problemen van batterijsystemen vaak is dat energieopslag een forse investering is. Zoals ik dat net noemde, bijvoorbeeld die 600 of 700 kWh
Die zal afhankelijk van of het een binnen- of een buitenopstelling is, zal je dat tussen de nou, ongeveer een half miljoen tot ook ongeveer inderdaad 700.000 euro kosten. Buitenopstellingen zijn aanmerkelijk duurder. En dat hebben lang niet al die partijen liggen. En daarnaast is het ook zo dat als je die batterijopslagsystemen gaat gebruiken om alleen maar je eigen verbruik te compenseren, zoals ik dat net schetste, is je terugverdientijd ergens tussen de 10 en 17 jaar, een beetje afhankelijk van hoe sterk de energieprijzen door blijven stijgen. En dat is lastig, want daardoor wordt namelijk die investering door heel veel partijen als een niet rendabele investering gezien. Als partijen zitten met zo'n congestieprobleem kunnen ze niet anders. En ze willen wel hun plannen doorzetten of ze zullen naar een andere locatie in Nederland moeten. Maar op het moment dat wij, en dat is wel graag wat we denk ik allemaal willen zoals we hier zitten. We willen graag dat ook andere partijen gemotiveerd worden om dit te gaan doen. Alleen dan moet die terugverdientijd die moet interessant gaan worden. En die terugverdientijd die zal op 7 jaar moeten zitten of lager. En ik ben er oprecht van overtuigd dat dat haast alleen maar lukt met een fatsoenlijk energiemanagement software systeem. Dat energiemanagement systeem, een van de belangrijkste dingen die ik daarin vind, is dat energietarieven gemonitord moeten worden. En dan kun je in combinatie met een ander energiecontract, kun je ervoor zorgen dat je energie gaat bufferen op het moment dat energie heel erg goedkoop is. En je gaat dan vervolgens die energie die je gebufferd hebt, of bijvoorbeeld zelf hebt opgewekt, die ga je dan zelf gebruiken op het moment dat de energie duurder is. Of je gaat het eventueel zelfs weer terugleveren aan het net, zodat je daar weer een vergoeding voor krijgt. Ga je daar op die manier mee om? Dan ben ik er echt van overtuigd dat die terugverdientijd aanmerkelijk lager kan worden. En dat het rendabel kan gaan worden voor partijen. Richard, ik ga... Yes. Het is super boeiend. Ik wil uren naar je luisteren, maar ik ga ook over een paar minuten de pauze aankondigen. Yes, ja. Ik ben er ook bijna doorheen. Oké. Okay. Ik wilde vooral dit kort laten zien, want ik ben leuk aan het praten. Maar als het goed is dit te zien. Een van de belangrijkste dingen, of een van de moeilijkste dingen, en we zagen het net bij Troef ook al een beetje, dat is uiteindelijk om de hardware dan ook te koppelen aan zo'n platform. Wat ik hier nu laat zien is een van de live demonstraties die we nu in Zwitserland hebben draaien. We hebben er twee. We hebben op het bedrijf van Greenmotion, wat wij recentelijk hebben overgekocht, staat een demo. Er staat een demo van, ik ben er een paar weken geleden geweest, staat volgens mij 50 kilowatt. Op dit moment wordt die dus geladen, zoals je kan zien. Er wordt ook energie teruggeleverd aan het energienet, zodat de zonnepanelen veel opwekken. Er zitten gebouwbelastingen zitten erachter en de EV-laders op dit moment gebruiken ongeveer 7 kilowatt. En wat wij in de toekomst willen is dat, dit dashboard ook aanmerkelijk meer verbindingen kan maken. Dus dat je hier bijvoorbeeld ook kan zien wat bijvoorbeeld je warmtebuffer, je boilers, et cetera doen. Je kunt hier allerlei instellingen in doen. Je kunt in de toekomst bijvoorbeeld zien wat de volgende dag verwacht wordt aan de energieopwekking. En dit platform is bedoeld voor verschillende instellingen. Dus je kunt de peak shaving mee doen, kostenoptimalisatie. Je kunt proberen de belastingen te gaan verschuiven over tijd. Nee, we hebben een stuk of vijf verschillende basisinstellingen. En afhankelijk van wat de wens van gebruikers is, is dat je daar op die manier ook optimaal met je energie kan omgaan. En ik ben er best trots op om dit te kunnen laten zien. Ik heb nog niet veel partijen gezien die ook in staat zijn om al meerdere stukken hardware hiermee te verbinden. We hebben een roadmap van een aantal jaar, waarin we nog jaren doorgaan met die ontwikkelingen. En we zijn op dit moment inderdaad in staat om verschillende pilots te draaien. En ook bijvoorbeeld om al meerdere gebouwen toe te voegen aan dit platform. Heel kort nog over die wisselende de energieprijzen. Dit is een voorbeeld van 29 maart. Volgens mij was het 29 maart vorig jaar zelfs. Maar dit is een voorbeeld waarin ik zichtbaar maak hoe sterk die energieprijzen kunnen wisselen. 29 maart was een dag waarin we vrij veel zon en wind hadden. Maar waarbij er ook buien over het land trokken. Waardoor dus er constant wisselingen waren in de energie. Die dat soort duurzame velden en bronnen allemaal opwekken. Dat leidt ertoe dat Tennet moeite heeft om de spanning en de frequentie te regelen. En wat ze daarmee doen is door ook onder andere financiële prikkels te stimuleren dat partijen door bijvoorbeeld in dit geval zelfs negatieve energieprijzen extra energie af te nemen om ook bijvoorbeeld het voltage en de frequentie weer te stabiliseren.
als ik, en ik zou dat graag in de toekomst in mijn eigen woning ook willen, als ik een eigen bedrijf zou hebben, zou ik dat ook heel graag willen. Op het moment dat ik een energieopslagsysteem heb, dan zou ik graag willen dat mijn energiemanagement systeem hierop reageert en zegt op het moment dat die energieprijs negatief wordt, ik ga maximaal energie sturen naar mijn EV-laders, want ik kan die energie namelijk ook weer doorverkopen. Ik ga de energie opslaan in mijn energieopslagsysteem en die ga ik weer terugleveren op het moment dat die energie duurder is. En zo kun je eigenlijk dubbel op kun je verdienen. Energie is gewoon geld waard. En hoe hoger die energieprijzen worden, hoe meer waard die energie ook is. Als voorbeeld van hoe je dus inderdaad de terugverdientijd van dit soort investeringen wel veel beter kan maken. Last but not least, volgens mij de laatste slide. Ga je nu met bijvoorbeeld gebouweigenaren praten, dan is dat voor gebouweigenaren ontzettend lastig. Want ze moeten met heel veel dingen rekening houden. En zelfs voor partijen die dat soort gesprekken aangaan, is het lastig om dat overzicht te blijven bewaren. We hebben een interne simulator tool ontwikkeld waarin je in zo'n gesprek de EV-float kan invoeren. Dus hoeveel EV's heb je, met wat voor laadsnelheid werken ze, wat is de batterijcapaciteit, et cetera. Je vult je PV-veld in en de geografische locatie. Je kunt je energieopslagsysteem toevoegen en bijvoorbeeld welke functie je daaraan wilt toekennen. Welke EV-laders je hebt, welke netaansluiting je hebt en hoe je energiedistributie eruit ziet. En de bedoeling is om daar dan ook mee te kunnen spelen door te zeggen wat zal er gebeuren op het moment dat bijvoorbeeld mijn EV-float met 10 of 20% vergroot. Wat is dan de impact op de totale energiebalans? Zou het helpen om een groter energieopslagsysteem toe te voegen? Wordt mijn terugverdientijd daar beter van of minder van? Of heb ik daar dan meer CO2-besparing? En de bedoeling is om met die parameters te kunnen spelen, om dan tot een optimum te komen. En met een echt goed advies ook voor dat soort gebouweigenaren. En dat is waar wij nu inmiddels ervaring mee hebben en waar we klanten ook echt mee kunnen helpen. Ik ben op die manier het einde van de presentatie. Ik hoop nog net binnen de tijd. Volgens mij ben ik er een minuut overheen. Ik wil jullie bedanken voor de tijd. En mochten er vragen zijn. Ik heb geen vragen gezien in de chat. Maar mochten er vragen zijn alsnog. Dan hoor ik die heel erg graag. Dankjewel. Heel veel dank, Richard. Het is super boeiend. Super actueel. Ik denk dat wij nog een hele hoop met elkaar te delen en te bespreken hebben. Ik ga nu wel eerst de pauze aankondigen en daarna hebben wij nog een bijdrage van Paul Wassink. Maar er zal nog een panelgesprek gevoerd worden op het einde met ons allen. Maar dit is super tof. Ik hoorde Jeremy Rifkin ooit 2016 zeggen op die ideeën voor Internet of Energy, right on the spot. En dat zou ik eigenlijk aan jou ook willen herhalen. Dit is right on the spot. Wij hebben nu pauze. Het is 11:11. Ik zou heel graag iedereen terug willen uitnodigen om 11:20. En dan gaan wij naar het tweede deel van deze sessie. Dus dan hebben wij 9 minuten pauze. Dus wie wil, die kan in de netwerkapp ook nog contact hebben met elkaar. En wat vragen stellen en nieuwe mensen leren kennen. Dank jullie wel, tot zo. Ja, Paul Wassink, partner bij Beurt & Beurt in Nederland. Beurt & Beurt, internationaal advocatenkantoor. De wortels gaan al terug naar 1856. Toen een zekere meneer Frederick Beurt samen met zijn neef het kantoor Beurt & Beurt begon. We deden toen hele andere dingen dan waar we het vandaag over gaan hebben. Vestigingen in 29 vestigingen. Ik wou zeggen 29 landen, maar dat is niet zo. 29 vestigingen. Het zwaartepunt ligt op Europa, maar ook vestigingen in Asia-Pac, in Amerika en nog een aantal andere delen van de wereld. Aan mij de taak om iets te vertellen over de juridische kant van het Internet of Energy. En nu is het al vaak zo dat, wat ik wel eens hoor in bedrijven, dat er wordt gezegd van dan hebben we een mooi idee en dan is daar weer een jurist of een advocaat die vervolgens gaat zeggen dat het niet mogelijk is. Nou, ik hoop niet dat ik die rol moet gaan vervullen. Dat is niet mijn bedoeling hier voor de komende tijd. Wat ik wel kan zeggen is dat de regelgeving die uiteindelijk Internet of Energy gaat raken, uiteindelijk zullen al deze dingen toch moeten worden ingekaderd in regels. Regels die er nu eigenlijk nog niet zijn, maar die wel eraan gaan komen. Dat zal niet eenvoudig zijn. Er zal niet één wetje zijn die het Internet of Energy en alles wat erbij hoort zal beheersen. Het zal een complex web zijn van vele regels die zowel uit Europa komen als uit
nationaal. En veel Europese regels moeten ook omgezet worden in nationale regelgeving. Ik ga daar in vogelvlucht vandaag wat over vertellen. Ik ontkom er ook niet aan om daarbij dus aan cherrypicking te doen, omdat het, als gezegd, zo omvangrijk is en er nog zoveel staat te gebeuren. Dus de regelgeving noem ik even kort. Ik ga daar met name een van de cherries die ik eruit pik, dat is de eindafnemer die gaat veranderen. Noem maar bijvoorbeeld een gebouw, de exploitant van een gebouw, in de nieuwe regelgeving die eraan zal komen. Wordt dat ook duidelijker? Wordt die positie verankerd in de regels? En gaat dat toch wel echt grotendeels op de schop? Een belangrijk onderdeel is natuurlijk ook energiedata, onmisbaar in de energietransitie en het kunnen laten slagen daarvan. En onmisbaar ook in, als grondstof in Internet of Energy. Daar zal ik ook een paar dingen over zeggen. Daar gaan ook flink wat dingen over veranderen. Nu zijn er wat spanningen als je kijkt naar de privacyregelgeving. Als er nog tijd over is, ik denk het eigenlijk niet, dan zal ik nog enkele woorden wijden aan blockchain en smart contracts. Smart contracts is eigenlijk een vorm van contracteren zonder dat daarbij enige interpretatie plaatsvindt. En juristen hebben daar ook vele meningen over. Als we er aan toekomen, dan hoort u daar ook nog wat over. Ik begin snel dan met die regelgeving die als gezegd complex en omvangrijk is. Eigenlijk heb ik hier op het scherm maar even een aantal van de regels genoemd. En dat is ook eigenlijk helemaal niet alles. Dat is maar een deel daarvan. Als je op EU-niveau kijkt, zie je al dat er sinds 1996 elektriciteitsrichtlijnen zijn. Even als achtergrond, een Europese richtlijn is eigenlijk niet een wet die rechtstreeks werkt in Nederland. Dat is eigenlijk een opdracht aan een lidstaat om dat om te zetten in nationale regels. Dus een elektriciteitsrichtlijn wordt dan in Nederland omgezet in de elektriciteitswet. Daarnaast nog veel meer zaken zijn er. Ook voor gebouwen heb je de EPBD-richtlijn, de Speaker Energy Performance of Buildings Directive. Daar is een herziening in 2018 al afgekondigd en eigenlijk is die nog niet omgezet in Nederland in het bouwbesluit. Dat ligt wat achter. Een andere bekende richtlijn is de Renewable Energy Directive. Zijn we ook aan de tweede toe. Die wordt deels omgezet in een nieuwe Nederlandse wet. Verder heb je nog heel veel andere richtlijnen en verordeningen die volgen uit het zogenaamde CEP-package, noem ik het maar even, de Clean Energy for All Europeans, bevat, als ik het goed heb, 9 richtlijnen en verordeningen bij elkaar. Dus dat is eigenlijk al een beetje, als je naar het Europese gedeelte kijkt, natuurlijk ontkom je ook niet aan de algemene verordening gegevensbescherming. Een verordening is dan wel weer anders dan een richtlijn, een regeling die rechtstreeks werkt in ieder land. Dus alsof het gewoon een nationale wet is. Dan kijk je nationaal, dan heb je natuurlijk de elektriciteitswet, de gaswet, maar daarnaast heb je ook diverse codes die ter uitvoering daarvan dingen, codes van ACM, de informatiecode, code elektriciteit en gas. Je hebt de tariefregulering van ACM die daarbij van belang is, zoals Arash al even noemde zojuist. Verder een belangrijk blok regelgeving, en daar zal ik vandaag ook wat nadruk op leggen, dat is een concept energiewet die eraan zit te komen. Dat wordt echt een grote gamechanger in de regulering van energie, die juist al die nieuwe initiatieven van IOI moet gaan, min of meer gaan codificeren. Ten aanzien van de warmtevoorziening moet er ook nog zo'n slag plaatsvinden, want die regels staan er juist niet in die concept energiewet. Dat is één deel daarvan. Verder ook het wetsvoorstel afbouw solderen is goed om te noemen. Dat zal ook een verandering teweeg brengen. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog algemene regels waar je mee te maken zal hebben. Het burgerlijk wetboek, consumentenrechten, zullen heel veel contracten gesloten moeten worden waarbij het burgerlijk wetboek van belang zal zijn. Kortom, een heel breed en intensief veld wat allemaal aan de orde komt als je het hebt over Internet of Energy. Ik hoop dat ik de luisteraar al niet heb ontmoedigd door hier dit plaatje te schetsen. Maar in ieder geval is het veel regelgeving die allemaal op de een of andere manier wel van belang zal zijn. Goed.
Ook ik heb een plaatje opgenomen zoals de vorige sprekers over de Internet of Energy. Mijn plaatje is wellicht wat minder fraai dan de vorige sprekers. Maar het spreekt eigenlijk voor zich. De Internet of Things, dat is ook eigenlijk mijn betrokkenheid geweest. Waardoor ik ook bij de Internet of Energy in ben gerold. Ik heb ook een achtergrond in de telecommunicatieregelgeving, zoals Arash ook al aangaf. Waarbij via de Internet of Things regels, op een gegeven moment toen bijvoorbeeld slimme meters of elektriciteitsmeters een simkaart kregen. Om ervoor te kunnen zorgen dat ze slim werden, ontstonden er ook allerlei telecommunicatievragen. Ja, zo'n simkaart, daar is een nummer aangekoppeld. Wat voor nummerreeks moet je daar dan voor gebruiken? Daar zijn wat telecommunicatierechtelijke vragen over geweest. En bijvoorbeeld ook interoperabiliteitsvragen en ook vragen in zaken over stapdrempels. Dat was een beetje mijn achtergrond, waardoor ik via de Internet of Things ben gerold in de Internet of Energy. Zo. Nou, kijk je nu naar de regelgeving die eraan zit te komen, dan zie je daar ook wel dat daar komen alle initiatieven en de begrippen die door de vorige sprekers ook genoemd zijn, die komen daar wel aan de orde. Het is duidelijk dat ook de regelgeving, de empowerment van de eindafnemers, als het dan in slecht Nederlands wordt genoemd, centraal wil gaan zetten. Eigenlijk de eindafnemer, en dat kan een gebouweigenaar zijn, maar het kan ook een huishouden zijn, die krijgt een veel centralere rol in de regelgeving en die moet eigenlijk op elk marktonderdeel actief kunnen zijn. Hè? Met het afnemen natuurlijk van energie, maar ook met het terugleveren van energie, contracten aan te kunnen gaan met aggregators of in peer-to-peer verband. Hè? Dat moet allemaal zijn plek krijgen ook in de regelgeving. Dus een grote nadruk op het decentrale karakter ervan en uiteraard ook als uitgangspunt energiebesparing door middel van slimmer energiegebruik. En ook het inzetten van smart contracts krijgt daarbij, als het goed is, al een plekje. Ik ga er even terug naar die slide met die regelgeving. Die ga ik niet opnieuw nog een keer doorlopen, maar ik wil, als ik zo wat cherries eruit ga pikken, de nadruk leggen eigenlijk op twee van die regels. De eerste is de vierde elektriciteitsregeling uit 2019. En de vertaling daarvan, althans deels ervan, in de conceptenergiewet, waarvan de laatste versie van het concept, hebben we het dan over, van 26 november van 2021, dateert. Die wet is een buitengewoon groot en complex stuk wetgeving. Als je kijkt naar het wetsvoorstel zelf, als je dat print, dan zijn het meer dan 100 bladzijden. Het bevat 7 hoofdstukken. En dat zijn dus alleen de wetsartikelen. Dat heeft de memorie van toelichting, ook allemaal in concept, wat 145 bladzijden heeft. Daarnaast ook nog een artikelsgewijze toelichting van 100 en uit mijn hoofd 105 bladzijden. Daarnaast zijn er wat onderliggende rapporten. Dat is een enorm boekwerk aan stukken, juist om allerlei nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van energie, de energietransitie, om dat neer te leggen in één integrale wet. Die wet beoogt, en dan citeer ik de wetgever even, een transparant en toekomstbestendig kader te bieden voor zowel elektriciteit en gas, gericht op het optimaal faciliteren van de energietransitie voor zowel systeembeheerders als systeemgebruikers. Zo definieert de wetgever dat. Maar dat is dus een enorm, eigenlijk een enorm grote wetgevingsoperatie die ook al wat vertraagd is. En een van de redenen daarvoor is ook het feit dat het zo complex en omvangrijk is en dat, zoals de wetgever letterlijk zegt, dat het veel tijd kostte om alle regels die dan ook vanuit Europa zijn gekomen te doorgronden. Nou, ik ga daar toch een paar dingen uithalen en hopelijk dat in begrijpelijke wijze aan u presenteren. Eerste onderdeeltje wat ik wilde behandelen, dat was de veranderende rol van de eindafnemer. En als gezegd, het is echt de bedoeling dat zijn positie wordt versterkt en dat hij ook actief wordt gemaakt. Er komt ook als die energiewet als in deze vorm in werking zou treden, komt er een begrip in de wet, de actieve eindafnemer. En dat is dan de eindafnemer die inderdaad ook zelf energie levert, teruglevert, dan wel rechtstreeks aan iemand anders, dan wel via een aggregator of via een peer-to-peer relatie.
de wetgeving geeft een afnemer ook het recht om een actieve afnemer te zijn. Dus hij kan niet beperkt worden om dat te doen. Een belangrijk begrip dat daarbij dan aan de orde komt, dat zijn de communities, de energiegemeenschappen. Dat is een begrip dat komt terug in die elektriciteitsrichtlijn, de vierde, maar ook in de Renewable Energy Directive. Energiegemeenschappen, die moeten laagdrempelig kunnen worden opgericht. En er worden ook eisen gesteld aan die energiegemeenschappen. Een ervan, zal ik zo nog iets over vertellen, is bijvoorbeeld dat ze ook niet op winst gericht mogen zijn. Nou, er moet dus ook aggregatie moet gestimuleerd worden. Dat is ook, zie je zowel in de elektriciteitsrichtlijn terug en in de Renewable Energy Directive. Er komt ook een verplichting om slimme meters aan te bieden en te installeren. Nou, gebeurt dat in Nederland gelukkig al vrijwel overal, maar het is nog steeds niet gebaseerd op een wettelijke verplichting. En verder wordt er ook aangestuurd op een bredere ontsluiting van gegevens. En het moet op een veilige en niet discriminerende manier. Als ik dan even kijk naar waarom dat thans op dit moment soms wat moeilijk is, dat komt toch door wat beperkingen die door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een ander groot wetgevingstraject sinds 2018, dat toch wat beperkingen stelt aan het goed kunnen delen van die data. Ik sta even stil bij het begrip energiegemeenschap, zoals dat dan in de energiewet, in het concept althans, terecht is gekomen. Het is dus een begrip, een energiegemeenschap, wat een wettelijke verankering zal gaan krijgen. Het wordt eigenlijk in het Nederlands conceptwet dan als volgt gedefinieerd: een rechtspersoon die ten behoeve van haar leden of aandeelhouders activiteit op de energiemarkt verricht, met als hoofddoel het bieden van milieuvoordelen of economische sociale voordelen. En waarbij dan ook in de wet staat, niet het maken van winst het doel is. Nou, een belangrijk punt daarbij is ook dat de zeggenschap in zo'n energiegemeenschap bij de leden of de aandeelhouders moet liggen. En dat het een open en een vrijwillig karakter moet hebben. Je moet dus ook als je lid bent van een energiegemeenschap of je bent aandeelhouder, dan moet je er laagdrempelig ook weer uit kunnen stappen. Er mag geen lock-in of iets dergelijks plaatsvinden. Wat wel van belang is om te noemen, dat stel dat zo'n energiegemeenschap energie zou gaan leveren aan haar leden, dat het zo kan zijn dat daarvoor een vergunning vereist is. Een vergunning komt dan van de ACM, maar er zijn ook omstandigheden dat niet het geval is. Het wordt erg detailistisch als ik de gevallen ga behandelen waarin wel en niet, maar in ieder geval let daarbij op dat een energiegemeenschap zijn, dat ook een vergunningsplicht met zich mee kan brengen. Dan aggregatie. Het begrip aggregatie dat gaat ook in de nieuwe energiewet, als die er komt, worden neergelegd. Aggregatie is het combineren van de verandering van het elektriciteitsgebruik of van opgewekte elektriciteit van verschillende afnemers voor koop of verkoop of veiling op een elektriciteitsmarkt. En eigenlijk, de wetgever gaat uit van drie vormen van aggregatie. Ten eerste, misschien het meest voor de hand liggende, ook het opkopen van elektriciteit van eindafnemers. De actieve eindafnemer biedt zijn elektriciteit aan een aggregator en die kan het vervolgens ook weer verkopen. Een tweede vorm is het faciliteren van peer-to-peer handel. Eigenlijk spreek je dan over platformdiensten. Dan krijg je ook, daarbij hoort ook een nieuwe soort overeenkomst. Je krijgt inderdaad ook een intermediaire partij die peer-to-peer handel gaat stimuleren. En als derde vorm, dat is de vraag-respons. Dat ingesprongen kan worden op veranderingen in de vraag. Maar ik wilde kort stilstaan bij die tweede vorm. En dat is de tweede vorm van aggregatie, zoals de wetgever die dus ook in de wet wil neerleggen en daaromtrent dus ook vrij uitgebreid regels wil gaan opnemen. Dat is dat faciliteren van peer-to-peer handel. Nou, je krijgt dan een platform, hè, dus die zowel met de eindafnemer die elektriciteit afneemt een overeenkomst gaat sluiten, als met de eindafnemer die energie aanbiedt een overeenkomst gaat afsluiten met de eerste, dus de eindafnemer die elektriciteit afneemt, dan heeft hij eigenlijk een gewone leverancierrelatie mee. Hij levert hem
en energie. En daar wordt dan gesloten een leveringsovereenkomst in zaken peer-to-peer handel. En wat er allemaal in die overeenkomst komt te staan, het is de bedoeling dat dat ook wordt opgenomen in die nieuwe energiewet. Het wordt dus eigenlijk echt een gereguleerde overeenkomst. Je hebt wel bepaalde vrijheden, maar de wetgever gaat er eisen aan stellen. De andere kant van het platform, dus de platform, de overeenkomst die sluit met die actieve eindafnemer, dus de eindafnemer die energie aanbiedt aan het platform, zodat het platform het weer aan een ander kan leveren. Dat betreft een terugleveringsovereenkomst in zaken peer-to-peer handel. En dat is de wettelijke term, terugleveringsovereenkomst in zaken peer-to-peer handel. Dus, nou, het zijn geen fraaie begrippen, maar dat worden wettelijke definities. Nou, een platform die dus peer-to-peer handel mogelijk maakt, krijgt diverse verplichtingen en verantwoordelijkheden, is de bedoeling. Onder andere ten aanzien van de facturering, de informatievoorziening. Je moet ook het overstappen eigenlijk voor de eindafnemer regelen en gegevens verstrekken. En ook hier geldt dat die partij mogelijk een vergunningsplicht zal hebben. Dat gaat er met name om als hij zal leveren aan kleine huishoudens. Maar dit wordt dus eigenlijk een partij die, naar mijn verwachting, flink gereguleerd zal zijn onder toekomstige regelgeving. Dan nog even een overzichtje van de contracten die daar dan bij horen. Dit komt uit de memorie van toelichting. Heb ik niet zelf in elkaar geklust. Dan zie je eigenlijk wat voor nieuwe contracten die allemaal in de wet worden genoemd. Er zullen komen. Het bestaan uit leveringsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten in zaken peer-to-peer handel en de terugleveringsvariant daarvan. En daarnaast heb je dan als aparte eentje in de bijt ook nog de vraag-responsovereenkomst, overeenkomst op grond waarvan die actieve afnemer flexibiliteit in zijn verbruik aan elektriciteit kan verkopen. Een bedrijf die bijvoorbeeld zegt van, nou, ik zet op bepaalde dagen mijn installatie uit en de energie die ik uitspaar, die wil ik dan verkopen. Nou, ik maak even een tussenconclusie ten aanzien van het hoofdstukje eindafnemers. Wat je dus gaat zien in die energiewet, waarvan ik wel verwacht dat die ingediend zal worden bij de Tweede Kamer in deze vorm. De planning is na het zomerreces, dus na de zomer van 2022. Je ziet daar wel een codificatie van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Bepaalde belangrijke ontwikkelingen, die worden echt neergelegd. Die krijgen een wettelijke verankering. Bepaalde uitgangspunten, decentraal, een actieve betrokkenheid, eindafnemer, de gemeenschappen, dat kunnen flexibel inspelen op vraag en aanbod, dat wordt allemaal wettelijk verankerd. Je kan je wel de vraag stellen van gaat dit nou allemaal wel snel genoeg? Hè? Want het wetsvoorstel dat was er in concept, het is al één keer of misschien zelfs wel twee keer geconsulteerd. Het gaat pas na de zomer in 2022 naar de wetgever of naar de Tweede Kamer. En het is zo omvangrijk en complex dat het ook niet 1, 2, 3 door het parlement gejaagd zal worden. Dat gaat echt nog wel een tijd duren voordat die wet in werking treedt. Waar ik ook bang voor ben is of dit nu de situatie niet zal compliceren. Er komen zoveel regels voor partijen die een speelfunctie krijgen in dat Internet of Energy. Wordt dat niet te veel omvangrijk? Moet je niet rekening gaan houden met ontzettend veel regels die je nauwelijks meer goed kan bevatten? Ja, tenzij je misschien een advocaat inhuurt en die of naar iemand fulltime naar laat kijken. Maar dat zou ik natuurlijk leuk vinden, maar dat is denk ik ook niet de bedoeling. Hè? En zeker ook in combinatie met nog veel andere wetgevingstrajecten die ook heel ingrijpend zijn. Ik noem maar de omgevingswet. Veel partijen die met de energiewet te maken krijgen. Ik noem maar gebouwen, die krijgen ook te maken met de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2023. Die ook eigenlijk een totale gamechanger is in het omgevingsrecht. Paul, zullen wij naar een afronding toe? Ja, dat is goed hoor. Dat is prima. En dat punt wilde ik ook noemen, dat hoorde ik de vorige spreker ook zeggen, van onthoud dit, lokaal opwekken, lokaal gebruiken. Ja, is dat nou voldoende geborgd in deze regelgeving? Nou, ik merk al dat deze regelgeving al, zelfs als je gaat cherrypicken, zodanig omvangrijk is dat je bij lange na niet kan behandelen wat je zou willen behandelen.
Ja, Arash, als ik nog 2 minuten heb, kan ik nog iets zeggen over gebouwen. Maar anders dan rond ik het gewoon keurig bij dit onderdeeltje af. Hoor. Dat is misschien, dan komen bepaalde punten bij, misschien bij het panel nog even aan de orde. Het gaat over gebouwen, dus pak die 2 minuten. Ja, oké, dan ga ik dat doen. Nou, het tweede punt waar ik bij stil wilde staan is die veranderende rol van gebouwen. Dat is ook door de vorige spreker uitgebreid behandeld en de rol daarvan ook in de regelgeving. Nou, natuurlijk ook ten aanzien van gebouwen, hè, die inderdaad als hub kunnen gaan fungeren om vraag en aanbod plaats te vinden. Ja, die moet ook onderdeel krijgen tot elk die moet eigenlijk toegang krijgen tot elk onderdeel van de markt en dat wordt wettelijk verankerd. Die zal ook, als je het in wettelijke termen vertaalt, een actieve eindafnemer van energie gaan worden, die dus niet alleen levert, maar ook teruglevert en misschien niet alleen maar teruglevert, maar ook echt als hub kan gaan fungeren om vraag en aanbod samen te brengen. Ik wil dan eigenlijk alleen nog even wijzen op die EPBD2-richtlijn en de Smart Readiness Indicators die daarbij ontwikkeld zullen worden. Eigenlijk een soort, ja, ik zie het als een soort tool om voor meer transparantie, dat een gebouw ook, dat duidelijk is, hè, ook voor bijvoorbeeld een partij die een bepaald gebouw zou willen huren, van hoe smart ready is dat gebouw nu? Hè? En hoeveel ben ik bereid om te investeren in een gebouw? Hè? Dat is, denk ik, ook voor de toekomst zal dat een belangrijke ontwikkeling zijn. Even kijken. Nou, laat ik het hierbij afronden en ik beantwoord graag vragen in de panel of als andere deelnemers nog vragen aan mij hebben. Aarzel ook niet om mij gewoon 1-op-1 even een mailtje te sturen of te bellen. Dan kunnen we daar gewoon prima even over spreken. Dankjewel. Super, dankjewel Paul. Dit is zo boeiend. En ik moet zeggen dat het is een bizarre hoeveelheid werk te doen. En tegelijkertijd stemt me zo positief dat we inmiddels al in het domein zijn beland dat we hier ook echt juridisch en regulatorisch hele gerichte aandacht aan besteden. Dus dank. En wij komen zo bij jou terug, want dan gaan we nog met elkaar een gesprek hebben. En dan ga ik intussen mijn presentatie aanklikken. Een momentje. Kijk, daar is hij dan. Internet of Energy, par deux. Want wat zijn we aan eind gekomen? Ik liet in de intro eigenlijk al eventjes dit plaatje zien. En ik praatte daar heel snel overheen. Maar als mensen mij vragen, wat is nou de essentie van dat hele IOI? Ja, eigenlijk dat alles met alles verbonden is. Je zou het bijna kunnen stellen, het is een soort energieboeddhisme. Ja, dus alles is verbonden met alles. En stel je in de praktijk voor, als je gefortuneerd bent en je rijdt in zo'n rode auto als hier in het midden staat, nou, die kan zich laden via jouw zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar die kan ook pakketjes energie krijgen van de zonnepanelen van de buren. Diezelfde auto die kan een bufferfunctie verrichten in de wijk door bijvoorbeeld jouw office space, jouw kantoor van energie te voorzien. Of iemands waterkoker, waarvan je misschien niet eens weet dat hij een waterkoker heeft. Maar door het packetizen van energie krijg je eigenlijk peer-to-peer beweging. En als we dat automatiseren, dan krijg je dus ook een veel makkelijkere borging van balans. Maar wat raak je daarmee kwijt? Ja, de leverancier. Want dit is niet een leverancier. Hè. Deze auto die kan misschien wel 43 leveranciers gehad hebben in 1 cyclus van 8 uur. En zelf leverancier zijn geweest aan 17 anderen in diezelfde cyclus. Ja, dus dat zijn ook typisch van die zaken die we heel anders moeten regelen. Ik ben opgevoed zelf door een internetpionier, mijn moeder. Zij was in 1989 een van de allereersten in Nederland die echt intensief online was. En dat was voordat het WWW-protocol werd geïntroduceerd. En ze heeft mij wel eens letterlijk verteld: Arash, ik vind het leuk hoor dat je zoveel buiten speelt, maar je zou echt wat meer tijd aan de computer moeten besteden. Want dit gaat nog wel eens heel groot worden. En ik weet dat een paar van jullie nu gniffelen. Want ook ik ben er één die zijn kinderen precies het tegenovergestelde vertelt. Speel alsjeblieft wat meer buiten. Hè, want
Die computer, die staat er morgen ook nog wel. En daarmee heeft mijn moeder gelijk gekregen. Dit is nog eens heel groot geworden. En ik denk dus met IOI, laten we ons alsjeblieft niet vergeten. Dit gaat nog eens heel groot worden. Die hackathon die wij organiseren, 31 oktober tot 2 november. Is voorafgaand aan het Nationaal Congres van het Nationaal Programma RES. Dus daar komen een paar 600 mensen of zo. En met een paar honderd mensen zullen wij dan daaraan voorafgaand toffe dingen bouwen. Nou, dit gaat om technologie, om economie, om maatschappelijke innovatie, om institutionele, dus ook wet- en regelgeving innovatie. We verwachten 250 deelnemers in verschillende teams. En het gaat echt om de nieuwe modellen die de oude overbodig maken. En iedereen die zich geroepen voelt om weer om betrokken te raken in deze hackathon, die is van harte uitgenodigd. We zijn op dit ogenblik alles op poten aan het zetten. Maar ja, juist jullie zijn natuurlijk de doelgroep. Dan, we hebben het hier eigenlijk al gehoord. Hè? Dus Richard, Paul en Heine, die hebben eigenlijk alle drie al genoemd. Je moet zorgen, je moet op de een of andere manier zien te vinden dat je lokaal tot balans komt. Want de congestieproblematiek die we zien, ja, die ontstaat niet op de hoge netvlakken, die ontstaat juist in de haarvaten van het net. Die proberen we op te lossen op de hoge netvlakken. Maar alles wat je op een laag netniveau weet op te lossen, is dus stress die je niet hoeft te sturen naar een hoger netvlak. Balance by design. En in diezelfde notie zien we de trend dat elke functie van het energiesysteem de beweging maakt naar de grid's edge. Hetzelfde zagen we al met internet. Waar we eerst begonnen met mainframes en met terminals, zie je dat wij op dit ogenblik in onze achterzak een enorme hoeveelheid opslag bij ons hebben, computing power bij ons hebben en allerlei andere functies bij ons dragen. Ja, dus die beweging naar de grid's edge, die hebben we al gezien met internet. Maar die gaan we nu zien met energie. En dat zie je al met gedecentraliseerde opwek op 1,5 miljoen plekken in Nederland, maar ook met opslag, met conversietechnologie, dus het converteren van de ene vorm van energie in de ander, ja, dat waren we gewend te doen op het niveau van een gascentrale bijvoorbeeld, waarin je gas verbrandt en elektriciteit maakt, maar converteren op lokaal niveau met bijvoorbeeld kleinschalige elektrolyse, dat wordt steeds meer een ding. En ook het bufferen in de vorm van warmte. Stel je voor dat je in de zomer op jouw gebouw zonnepanelen hebt liggen, die een surplus aan elektriciteit maken, meer elektriciteit maken dan jij in de zomer gebruikt. En waarom zou je dan niet dat surplus omzetten in een warmtebuffer voor de winter? Die kun je namelijk vrij makkelijk een seizoen lang bewaren. Maar niet alleen dat decentraliseert, ook onze verantwoordelijkheden decentraliseren. Eigenaarschap decentraliseert. Wij zijn nu inmiddels heel veel kleine energieproducenten bijvoorbeeld. Balancering is denk ik een verantwoordelijkheid die steeds meer decentraliseert. Prijsvorming, denk aan prijsvorming op zeer lokaal niveau, juist om die balans op lokaal niveau beter te borgen. En ga zo maar door. Dus alle functies en verantwoordelijkheden, die zien we gaandeweg decentraliseren. En daarmee komen we eigenlijk op een hele belangrijke notie, van planning en controle naar sense en respond. Planning en controle, en voor mij is dat, ik ben als muzikant opgeleid, ik heb aan het conservatorium gestudeerd, ik studeerde jazz trouwens. Dus juist aan de chaoskant van het verhaal. Maar we hebben een energiesysteem dat heel erg lijkt op het klassieke orkest dat jullie hier boven in beeld zien. Ja, er staat een dirigent, een stok, een hoop heel goed opgeleide muzikanten met een stuk papier voor hun neus. En die weten precies op welk moment als de dirigent zwaait wat ze moeten doen met hun instrument. Dat keurig gestemd staat. Hè? Dus 50 hertz bij dit concert is ook echt 50 hertz. Nou, dat is een planning en controle systeem. Maar nu zijn we eigenlijk gekomen tot een sense-and-response systeem. In een jam-sessie kan elke muzikant op elk moment iets bedenken te doen. En dit is ook wat we zien met niet-schakelbare bronnen. Wij bepalen niet wanneer op welk moment een wolk hangt, of de zon hard schijnt, of de wind iets harder waait, of juist niet. En met miljoenen van die punten krijg je dus een sense-and-response systeem. Nou, dit kunnen we niet meer oplossen met steeds meer planning en steeds meer controle. Kunnen we eigenlijk alleen maar oplossen met hele andere besturingssystemen die niet meer van binnen naar buiten balans bouwen, maar juist van buiten naar binnen borgen dat de balans bewaard wordt. En dan krijgen we dus een systeem dat er zo uitziet.
Ik vind het zo prachtig. Als je kijkt naar een zwerm spreeuwen, in dit geval kunnen we het hebben over ongeveer 20.000 spreeuwen die om elkaar heen zwermen. En je gaat vervolgens analyseren, wie is hier nou de plane and control spreeuw? Wie is hier de baas spreeuw? Wie is hier de navigatie spreeuw? Wie is hier de balans spreeuw? Die zijn er allemaal niet. Nee, alle spreeuwen zijn alles. En het enige wat ze doen, is zich met elkaar houden aan een aantal ingeprogrammeerde regels. En dat is een algoritme dat eigenlijk uit niet heel veel meer bestaat dan 5, 6, 7 regels code. Namelijk, een spreeuw die houdt altijd ongeveer de richting aan van de spreeuw voor hem. Houdt ongeveer de afstand tot de spreeuwen om hem heen, zodat de vleugels elkaar niet aantikken. Een spreeuw die aan de buitenkant vliegt, die voelt zich onveilig en probeert de weg naar de binnenkant te vinden. Een spreeuw die van richting verandert, die valt altijd iets. Hè? En eigenlijk gelden dit soort regels ook in ons energiesysteem. Als je een knop omzet, bijvoorbeeld van een lamp, dan krijg je dus een hele kleine fluttering, een kleine fluctuatie in de frequentie van jouw lokale net. En die moet dan opgevangen worden. En zo krijg je dus een zelfbesturend, zwermintelligent systeem. En dit is dus een van die enorme uitdagingen waar we nu voor staan. Ja, dus stel je voor een levend netwerk van miljoenen van kleinere netwerken. Het energiesysteem is dus niet één net. Nee, het is miljoenen aan één gekoppelde netjes. Kleine netten, grote netten. Kleine gebruikers, grote gebruikers. Gebruikers die primair hitte nodig hebben. Gebruikers die primair elektriciteit nodig hebben. Gebruikers die primair iets anders nodig hebben. En dan ben je als gebruiker vrij om te kiezen. Vrij om verbonden te zijn. Vrij om te gebruiken. Vrij om te produceren. Vrij om energie te delen met elkaar en vrij om te switchen van de een naar de ander. En hier staan overigens ook de oorspronkelijke 3 vrijheden in die eigenlijk geborgd zouden gaan worden in de energiewet zoals we die kennen, maar waarbij we nog niet simpelweg over de technologie en de besturingsmodellen beschikten in 1998 om dat ook gedaan te krijgen. Maar dit kan dus nu wel. En daarmee ben je op het Internet of Energy niet langer verbonden omdat je afhankelijk bent. En omdat je consument bent, maar omdat je waardevol bent en omdat je iets bij te dragen hebt. En of jouw bijdrage nou te tellen is in eenheden energie, of juist jouw bijdrage te tellen is aan het borgen van de totale balans, door bijvoorbeeld demand-side management toe te passen, door jouw systemen op bepaalde momenten juist wat meer aan of juist wat meer uit te zetten, door opslag aan te bieden aan het systeem op het moment dat er een surplus zou zijn. Zo krijg je dus een totaal andere notie van waarde van energie in het systeem. En dan gaat het dus ook niet meer om de commodityprijs. Het gaat niet meer om de eenheidsprijs voor elektriciteit. Nee, het gaat om de totale kosten die we als systeem borgen om tot die balans te komen. Overigens, op dit ogenblik zijn wij vanuit Unify een heel programma belonen voor balans aan het opzetten in dezezelfde lijn. Dus waarin je dus echt door regels toe te passen, incentivized om bij te dragen aan de balans in plaats van juist beloond te worden voor het veroorzaken van onbalans. Nee, omdat je namelijk heel graag wil dat er een bepaalde schaarste optreedt, zodat jouw product lekker veel waard is. Ja, dus die incentives die gaan echt omdraaien. Op het IOI gebruiken we ook een HTTP-equivalent en die noemen we dan een Power Type Transfer Protocol, maar die staat stiekem voor Power to the People, want het IOI is van en voor ons allemaal. En als laatste wil ik eigenlijk nog eventjes jullie meenemen in wat hier zo belangrijk is, de kunstenaar. We laten ons enerzijds enorm inspireren door de natuur. We laten ons ook inspireren door technologie. Maar wie kunnen technologie en natuur op zo'n manier inzetten dat het onze verbeelding prikkelt? En dat het ons brengt tot inderdaad die notie van nieuwe modellen die oude overbodig maken? Ja, dat zijn over het algemeen de kunstenaars. Hier zien we een installatie, die allereerste energie producerende dansvloer die in Club Wat in Rotterdam is opgeleverd ooit. Een aantal jaar geleden alweer, maar met piezo-elementen verwerkt in deze vloer werd er door dansende mensen energie opgewekt. Op dit ogenblik zijn we overigens bezig met een heel groot festival in België om zo'n vloer van 30 bij 30 meter te ontwikkelen. Die ook nog voorzien is van PV-panelen op de bovenkant en daarmee ook overdag een energieopwekfunctie heeft. Hier, Paulien van Dongen met zonnestof. Zo tof. Paulien is in 2013 begonnen met het verweven van thin film technologie in textiel. En stel je voor dat je op een gegeven moment je tent opzet en die wekt gewoon energie op. Of dat je een jas draagt en die wekt energie op. En die houdt je warm of die laat je telefoon op of iets anders. Nou ja, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. En een van de mooiste voorbeelden die ik ken is Ermi van Oers, die bij haar afstuderen aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam begon met Living Lights.
Die ontdekte namelijk dat een plant op zich een energiesysteem is. Dat door fotosynthese de zonne-energie opvangt, verwerkt. En waar gaat die energie naartoe dan, vroeg ze zich af. Nou, die gaat naar het wortelstelsel. Dus op het moment dat zij een anode en een kathode in de grond stak naast een plant, bleek dat ze een lamp kon laten branden. Nou, dit zijn noties waarvan ik denk, wauw, die zijn zo inspirerend. En als laatste wil ik jullie meenemen naar Sunglacier. Ab Verheggen is een kunstenaar uit Den Haag die jaren geleden, toen ik met hem zat te eten, zei, weet je wat ik nou zou willen doen? Ik zou een gletsjer willen bouwen in de woestijn. Netter gek idee. Maar hij kwam dus echt een paar maanden later met een ontwerp. En hij zei, nou ja, weet je wat, ik ga in de woestijn schijnt heel veel zon. Dan ga ik zonne-energie opwekken met panelen. Die panelen die maken elektriciteit. Die elektriciteit gebruik ik om een vloeistof te koelen die onder die panelen doorloopt. Die koel ik tot onder 0 graden. En zo kan ik ijs maken. En dan maak ik een gletsjer. Hij heeft een labopstelling gemaakt, 50 graden Celsius. En 10% luchtvochtigheid. Nou, dan ben je echt wel in de Sahara. En het lukte hem om ijs te maken. En daarna heeft hij 2 prototypes gebouwd en die staan nog steeds te werken in de woestijn van Mali, dus in de Sahara. En ze doen het. En die halen dus water, schoon water, uit de ijle lucht en ze wekken hernieuwbare energie op. En dit is gefund door het ministerie van Defensie, het Nederlands ministerie van Defensie, omdat dit conflictpreventietechnologie is. Namelijk als mensen uit de ijle lucht in hun behoeften kunnen voorzien, dan hoef je die oorlogen daarom niet te voeren. En dit is nog een stap verder gegaan, want net afgesloten, maar de 2020 Dubai Expo, het Nederlandse paviljoen, daar heeft hij een grote versie van die Sunglacier gemaakt, samen met andere Marleen van Oubol, een andere kunstenaar, met een zonneinstallatie op het dak van het Nederlandse paviljoen, die mede zorgt voor een eeuwige waterval. En die waterval die genereert ook weer het water en het voedsel voor een vertical farm, een verticale boerderij die in dat paviljoen groeit. Nou, en met dit soort beelden wil ik jullie eigenlijk uitnodigen om te dromen en die dromen te ontwikkelen tot doenbare actie die schaalbaar is en die voor ons allemaal is. Dus ik draag 1 missie voort en dat is universele toegang tot schone, hernieuwbare en conflictvrije energie. En ik denk dat we daar met z'n allen op dit ogenblik voor aan het werken zijn. Imagine all the people sharing all the world. Dank jullie wel voor dit deel van de presentatie. En dan gaan we heel snel verder met, en dan wil ik de sprekers graag weer uitnodigen om online te komen, een kort panel. Kijk eens. Hallo Heine, hallo Paul. En hallo Richard. Goed dat jullie er zijn. Ik ga heel even kijken op de klok om te zien of wij goed lopen. Ja, nou, volgens mij lopen wij best wel op tijd. Dat is prachtig. Ik wil jullie eigenlijk allereerst een heel kort rondje geven. En 1 huishoudelijke mededeling. Iedereen die hier nu is, die mag straks in deze sessie blijven. We willen namelijk nog even informeel napraten. Ik zie dit eigenlijk als de netwerklunch, maar dan met je eigen broodjes. Dus heel welkom allemaal. Maar ik wil jullie eigenlijk in een heel klein rondje vragen, hoe hebben jullie deze ochtend ervaren? Mag ik beginnen bij Richard? Ja, het is voor mij als vertegenwoordiger van een grote wereldwijde fabrikant. Misschien een wat een lastige of onzekere positie, omdat wij ons best doen als grote fabrikant om innoverend bezig te zijn. Maar tegelijkertijd ook proberen de aansluiting te houden met zeg maar de dagdagelijkse problematiek die er heerst bij bijvoorbeeld bij eindgebruikers, zoals dat voorbeeld van die netcongestie bijvoorbeeld die ik zag. Dat zijn werkelijke problemen die mensen van dag tot dag hebben en die ervoor zorgen dat ze de ambities en de groeidoelstellingen die ze hebben niet kunnen waarmaken. Als ik dan tegelijkertijd kijk naar voorbeelden zoals je die aandroeg, bijvoorbeeld inderdaad er wordt artistieke initiatieven als het gaat om bijvoorbeeld een gletsjer in een woestijn of een waterval, et cetera. Weet je, dat zijn gebieden waar wij ons als fabrikant niet in roeren. Wij richten ons als fabrikant op zeg maar wat meer gevestigde technologieën en proberen die verder door te ontwikkelen. Dus
Dus ik vind het in die zin, ten opzichte van, ik weet ook niet precies welk publiek we voor ons hebben. Dus ik weet niet zo goed hoe we aansluiting als fabrikant aan aansluiting vinden met, met de andere zaken die we hier voorbij zien komen. Heel goed, nou, dankjewel. Daar kunnen we straks misschien nog op terugkomen. Heine? Ja, als ik luister naar wat Paul vertelt, dan denk ik van er komen een heleboel dingen die toch al tijden geleden al bedacht zijn, die komen dan toch weer op de horizon. Aggregation, demand response, dat is een onderdeel geweest van het UCEF consortium, wat uiteindelijk gewoon tot Green Energy Package heeft geleid. Maar dan krijg je ook een gevoel van traagheid, na de zomer. En dus een gebrek aan urgentie. Als ik dan vervolgens naar Richard's verhaal luister, denk ik, dat is een hele hoop. Gelukkig maar. Dus dat is, er is al een hele hoop mogelijk. Een hele hoop staat er al. En als ik naar het Toef Consortium kijk, alle partijen die daarin zitten, die hebben inderdaad ook al een hele hoop. En we kunnen dus versnellen. En daar ben ik dus eigenlijk naar op zoek. Dus misschien dan die hackathon die jij dan schetste in het najaar, Arash, is dat het mooie moment om die versnelling te gaan bereiken. Want daar hebben we met z'n allen gewoon behoefte aan. Ik zeg altijd na de zomer, maar ja. Het is het eigenlijk allemaal wel. We kunnen wel, we moeten alleen maar versnellen. De methode om te versnellen, dat moeten we innoveren. Maar de technologie moet er al zijn. En als we dan ook nog zorgen dat de wetgeving daar mee in de pas loopt, dan kunnen we echt het verschil maken. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Ik heb tot nu toe in de praktijk nog weinig voorbeelden gezien waarin de technologische ontwikkelingen op dit moment echt geremd worden door wetgeving. Het lijkt er een beetje op dat de energietransitie toch relatief wat ruimte krijgt, zo af en toe wat, hoe moet je dat noemen, omgevings- of zeg maar regelgeving luwe zones die er bijvoorbeeld soms door gemeentes toegestaan worden. Maar ik heb nog niet echt direct gezien dat technologieën geremd worden door wetgeving. Maar is jullie ervaring anders? Ja, toch wel. Kijk, de vraag van Alliander om minder te salderen en meer batterijen te gaan gebruiken, bijvoorbeeld. Dus daar zit een stuk wetgeving in die uiteindelijk gewoon tot verandering van gedrag zou kunnen leiden, die beter past bij wat het netwerk nu eigenlijk gewoon aan kan. Als ik kijk naar hoe traag en hoe een tenant reageert op lokale en kleine aggregators die hun flexibiliteitsdiensten willen aanbieden, hoe moeizaam dat ook soms ook kan zijn, hoeveel barrières en hoe complex eigenlijk de procedures en protocollen daarvoor zijn. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Aan de andere kant, er zijn ook een hele dingen die er al wel zijn. Hè? Dus ik wil gewoon vooral ook kijken van hoe is dat glas er half vol. Je kan inderdaad gewoon met experimenteerruimtes. In Heten was een heel mooi klein community die zelf de meter in de gaten hield van het travelstation. En daarop ging optimaliseren. En daar een vrijstelling voor gekregen heeft. Er is dankzij subsidie al heel veel worden gestimuleerd en ook mogelijk gemaakt. Dus ook dat is gewoon aan de positieve kant. Alleen van subsidies kan je niet leven. Hè? Dus het moet ook daadwerkelijk naar de praktijk. Het moet aangroten en we moeten gewoon zorgen dat het allemaal gewoon groot wordt. Ja, dank je. Hey, allereerst ook Paul, hoe heb jij de ochtend ervaren? Nou, voor mijzelf ook heel, heel leerzaam en informatief. Als advocaat sta je natuurlijk vaak, het oude gezegde, niet met je poten in de klei, of niet nu misschien met je poten in de techniek. En vooral kom je in beeld als de wetgeving eenmaal in werking is getreden en de vraag zich voordoet, dan wel iemand die wordt geconfronteerd met een verwijt dat hij de wet heeft overtreden, dan wel iemand die een advies wil van wat betekent dit nu voor mij? In dat opzicht heb ik altijd iets meer distantie, denk ik, ten aanzien van de materie. Terwijl dit voor mij heel verhelderend was van hoe ver zijn we nu eigenlijk? Hè? Wat gebeurt er allemaal? En juist een beetje de visie op de zaak en wat gebeurt er? Dat is voor mij heel veel meerwaarde opgeleverd. Misschien ook even aansluitend nog bij de opmerkingen van Heine en jouw vraag, Arash. Zelf inderdaad ook wel een belemmering in de wetgeving. Natuurlijk die congestieproblematiek, daar heb ik zelf ook wel vorig jaar en het jaar daarvoor toch veel mee te maken gehad. Wat kunnen we daar nou mee doen? Bijvoorbeeld of het nou zonnepanelen zijn die toch
die geen aansluiting krijgen vanwege congestie en dergelijke vragen. Dat is één punt. En het tweede punt, ik denk ten aanzien van diverse ontwikkelingen die nu plaatsvinden, dat er misschien juist omdat die regelgeving nog niet erop is afgestemd, ook niet een belemmering is. Ik noem maar wat, ten aanzien van misschien aggregators of juist het worden van zo'n hub. Waar ik wel bang voor ben, is dat dat nu gewoon goed doorgaat in een mooi tempo. En dan op een gegeven moment is die regelgeving daar. En dan moet je je misschien wel heel erg gaan aanpassen. Hè? Of ja, komen er toch veel administratieve lasten voor die partijen. Dan, ja, dan ben je opeens een gevestigde partij. Je bent niet meer een soort, ja, hè, dat je een soort, noem maar wat, soort innovator bent die nou, ja, nog niet echt gebonden is aan allerlei regels. Maar dat ben je dan wel. Dan ben je opeens een zwaar gereguleerde partij. Dus ik zie ook wel een risico dat misschien op het moment dat die regelgeving er is, dat je dan misschien een soort stilstand krijgt. Hè? Dat moet ook een soort drempel voor allerlei partijen om dan die arena te betreden. En dat je misschien toch weer veel de gevestigde partijen die ook veel mankracht hebben om al die regels bij te houden en goed te doorgronden, dat die dan eigenlijk de markt blijven beheersen. Dus daar ben ik zelf een beetje bevreesd voor. Ja, dus hè, ik denk dat je een heel valide punt aansnijdt. En overigens ook jullie, Richard Heijnen. Maar als je kijkt naar beleid en wetgeving, dat volgt per definitie altijd op innovatie. Dus er moet eerst geïnnoveerd worden, want je kunt niet een wet maken op iets wat nog niet bestaat en wat je je nog niet kunt voorstellen. Ja, dus ergens ligt bij ons ook de verantwoordelijkheid om datgene wat wij hier bedenken voorstelbaar, beleefbaar, voelbaar en zichtbaar te maken. En dat ook als dusdanig te communiceren. En tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook wel hè, dat er vanuit gelederen als vanuit EZK bijvoorbeeld behoorlijk actief gekeken wordt naar wat gebeurt er nou precies allemaal en hoe kunnen wij dat goed begrijpen en hoe kunnen wij dat gaan vatten in de kaders die wij willen ontwikkelen. En ten aanzien van wat je zei over technologie, die al dan niet belemmerend is, Richard Heijnen, het gesprekje net. Technologieontwikkeling, denk ik, wordt niet belemmerd door wetgeving. Je kunt ontwikkelen en daar sta je vrij. En ik denk dat alle ontwikkelingen die we nu nodig hebben voor een functionerend IOI, ja, ik denk dat je die gewoon bij elkaar op een rij kunt zetten en dan ben je al echt van heel eind. Waar het aan ontbreekt, is denk ik de mogelijkheid tot integreren van technologieën. Als je bijvoorbeeld nu ziet dat we in Nederland toch een heel andere warmtewet hebben dan een elektriciteitswet. En de ene die moet een netwerk hebben in het publiek domein en de ander die moet zijn netwerk hebben in het privaat domein en die twee die kun je niet verenigen met elkaar, ja, dan heb je dus heel veel conversiemogelijkheid niet. Dus systeemintegratie wordt daarmee heilig. En dan heb je daarna nog het adopteren van die technologie. Want het moet ook nog begrepen en gevat worden. En ik denk dat er bij ons ook een verantwoordelijkheid ligt om te praten in normale mensentaal. En in, dus wij zijn, ik denk dat wij gemiddeld genomen, ik generaliseer natuurlijk ontzettend, maar ik reken mezelf er ook toe. Ik ben ook nerd, ik kom daar open en eerlijk voor uit. Maar het is voor mij ook wel zoeken naar, ja, in welke bewoordingen, met welke analogieën moet ik werken om tot een verhaal, tot een narratief te komen dat ook begrepen wordt en dat geadopteerd kan worden door miljoenen gebruikers, zonder dat ik ze eerst dwing om zelf een gevorderde cursus energie te geven. Er zijn nog een paar vragen gekomen in de chat ook. En die verzamel ik eventjes. Er was een vraag van Derco aan Heijnen. Hoe neem je ook de gebruikers mee die geen behoefte aan inzicht en sturing hebben? Bijvoorbeeld in een reguliere wijk in Nederland. Ja, dat is een goede vraag. Inzicht in je energiebehoeften is gelukkig iets wat, met dank aan de afgelopen maanden, toch steeds belangrijker voor een hele hoop mensen is geworden. Dat was het natuurlijk helemaal niet. Hè? We hebben heel wat experimenten gehad met apps, met dashboards, noem maar op en zo, om consumenten te betrekken bij hun energieprofiel, bij hun energiebehoeften. Wat gebeurt er eigenlijk gewoon in hun huis? En je ziet gewoon, ja, dat is even 5 minuten interessant en daarna verdwijnt die app gewoon in de kast. Dat is echt wel een moeilijk ding. Hè? Dus je moet middelen vinden, misschien hebben we daar ook artiesten voor nodig, om publiekelijk gewoon dingen te laten zien. Hè? Gewoon veel meer visueel aantrekkelijke dingen te maken, zodat je gewoon toch daar wat meer mee bezig bent dan nu.
Maar inderdaad, het is een grote uitdaging op het moment dat je gewoon alleen maar consumeert en zo af en toe wat terugproduceert en je wilt er eigenlijk gewoon helemaal niks mee doen. Ja, dan gaat het ook automatisch goed. En misschien is dat ook wel goed genoeg, hè? Dus dat is, en moeten we daar ons op inrichten. Kijk, dat heeft hetzelfde te maken met optimalisaties. Op het moment dat je dingen wil optimaliseren, je wilt het één keer instellen en daarna moet het voor jezelf gewoon gaan werken. Je wilt niet elke dag bezig zijn met, ik wil nu mijn auto opladen om 6 uur 's avonds of nu om 8 uur 's avonds. Nee, dat moet gewoon goed gaan, want het algoritme moet weten dat om 8 uur de laagste prijzen zijn of om 6 uur de laagste prijzen of juist de hoogste prijzen, zodat je juist niet wilt laden. Ja. Dat soort dingen zijn eigenlijk allemaal wel in place. Dus daar, dat moet allemaal wel gaan lukken. Waar ik me vooral gewoon zorgen over maak, is vooral de standaardisatie op dit moment. Elk warmtepomp praat op een andere manier dan de andere warmtepomp. Elke batterij praat op een andere manier dan de andere batterij. En daarmee wordt het gewoon een hele kostbare operatie om alles aan elkaar te verbinden. Wat ik al zei, gelukkig zijn er een aantal standaarden op EV-gebied, maar er is echt gewoon behoefte aan gestandardiseerde manieren van werken, zodat makkelijker apparaten kan aansluiten op het Internet of Energy. Dus daar ben ik gewoon vooral naar op zoek. De vraag van Derko, ik zal contact met hem opnemen om eens even daarop door in te praten, want dat vind ik een heel interessant topic. Ja, weet je, en dit is ook wel het netwerk, zou ik willen zeggen. Er zijn nog een paar vragen binnen. Een korte reflectie op wat je net zegt, die standaardisatie. Een paar jaar geleden, in 2018, ben ik met een aantal anderen begonnen met de Club van Wageningen. Misschien kennen jullie die. Dat was de club die zich vanuit Nederland bezighoudt met het snijvlak energie en digitalisering. En zich eigenlijk inzet voor eigenlijk wat leidt tot het IOI. En een van de eerste werkgroepen die we daarin hebben opgericht, die houdt zich bezig met pre-competitieve standaarden. Omdat het zo belangrijk is dat we ook standaarden, protocollen aannemen die je niet dwingen tot een bepaalde vendor lock-in. Je wil niet door een standaardisering ineens verplicht klant moeten zijn van aanbieder X of aanbieder Y. En je wilt ook geen gedwongen winkelnering van als je de Tesla auto hebt, dan kun je dus alleen maar de API gebruiken die alleen maar met een Tesla batterij kan praten. Dat zou ontzettend zonde zijn en een enorme vertrager betekenen voor die hele transitie. Maar daar moet dus beleidsmatig denk ik ook echt een kader voor ontwikkeld worden. Juist om die agnostiek erin te houden. Om iedereen de vrijheid te kunnen geven om allerlei verschillende technologieën te kunnen gebruiken. Dus ontzettend belangrijk punt. Ik zag ook een vraag van Roy aan Paul. Paul, kunnen wij een juridisch of normatief ideaalplaatje schetsen, visualiseren zelfs, waarmee de snelheid van handelen waar Heine op duidt kunnen waarmaken? Ik had de vraag ook al even geregistreerd en ik zat er nog even op te kouwen. Ja, ik vind hem moeilijk hoor. Dus, maar het is heerlijk dat hij niet aan mij gesteld wordt. Ja. Ik denk dat ik iets meer uitleg nodig heb bij de achtergrond van deze vraag. Ik kan hem één op één even met Roy oppikken. Er komt al wat meer duiding hoor. Het gaat om de relationele energie- en warmtenormeringsinzichten die van groot belang zijn om tot processtandaardisatie te kunnen komen. En dat is. Ik ga proberen dat eventjes te vertalen in. Op het moment dat jij iets doet in een energiesysteem dat uit verschillende elementen bestaat, dan hebben die elementen invloed op elkaar. Om het plat te zeggen, je kunt een huis van een super goede moderne warmteinstallatie voorzien, maar als dat huis niet geïsoleerd is, dan vliegt die warmte er even goed keihard uit. Dus pas op het moment dat je isoleert, krijg je een andere waardering voor je warmtesysteem. Nou ja, en zo zie je ook dat bijvoorbeeld elektrificering en verwarming in een pand enorm veel invloed op elkaar hebben. Dat is ontzettend moeilijk te normeren, maar toch is daar iets belangrijk over om te komen tot effectieve lokale systemen. Zeg ik het zo goed, Roy? Duimpje omhoog. Ja, dan is dat goed. Ja, dus, ja en weet je, dat zijn dus ook zaken die bijvoorbeeld invloed hebben op het moment dat je beleid toepast, op het moment dat je een subsidieregel toepast. En dan,
Nou, ik denk dat lijkt mij best moeilijk hoor. Doet mij wel een beetje denken aan die smart readiness indicators. Die smart readiness indicator, hè, ook eigenlijk een, als ik het goed begrijp, ik ben zelf eigenlijk geen technicus, maar een eenvoudige jurist, maar ook eigenlijk om aan te geven van hoe ready is nu een gebouw. En zou je niet ten aanzien daarvan ook een soort tool kunnen ontwikkelen om, om inderdaad een soort normatief kader te schetsen. Hoor. Ja, ik praat een beetje in abstracties, omdat ik eigenlijk vanuit juridisch oogpunt vrees ik dat ik niet zo heel veel, niet zo heel goed een antwoord kan geven. Nee, maar dat is ook een antwoord, weet je. Heel veel hebben we denk ik nog echt met elkaar te ontdekken. En dit is een avontuur dat we met elkaar aangaan en zijn aangegaan. En daarom zijn we hier nu bij elkaar. Maar weet je, het is zo belangrijk juist dat wij denk ik vanuit verschillende métiers, vanuit verschillende inzichten, verschillende vakgebieden, samen zoeken naar wat zijn nou de problemen überhaupt die we tegenkomen in het internet of energy ficeren van onze systemen. En ja, dan komen we dit tegen. Dus heel veel dank ook voor deze vraag. Ik denk dat die ik denk dat deze eventjes voor iedereen geldt. En zo zijn er meer. Mag ik jullie vragen, want ontzettend bedankt voor de sessies, voor jullie bijdragen. Volgens mij is hier het moment waarop we met z'n allen geluid en beeld aan mogen gaan zetten. En eigenlijk een soort netwerkafsluiter mogen houden van deze sessie. Kijk eens, eventorganisatie zegt, wil je graag meepraten? Dan hoef je alleen maar rechtsboven te klikken op share audio en video. Dus welkom allemaal. Het lijkt me leuk om ook jullie gezichten even te zien. Als ware het een zaal. Hoi Lucas. Hoi Arash. Ik heb ook wel een vraag. Nou, stel hem. Kan ik hem al stellen? Nou, ik was benieuwd en ik denk dat die vraag een beetje gericht is naar Richard. Maar welke ontwikkelingen kunnen nou even los van wet en regelgeving het meest positief bijdragen met betrekking tot de business case? Voor bijvoorbeeld gebouweigenaren in het voorbeeld wat je gaf. Dus even misschien wat meer fantasie ook. Dus even niet te snel laten beperken tot wat wel en niet mag. Ben ik daar heel benieuwd naar eigenlijk. Nogmaals, het begin van je vraag was welke thema's of oplossingen het meest bijdragen aan een goede business case? Ja, je had het over de business case met die accu, als ik het even goed zeg. En dat het natuurlijk heel erg duur is. Maar ja, wat voor mogelijkheden of ontwikkelingen kunnen nou wellicht de komende tijd gaan plaatsvinden om die business case positiever te krijgen of meer naar voren te halen? Ja. Ja, ik vind het zelf inderdaad belangrijk dat op het moment dat je wil dat de markt ook echt in beweging komt, dan je kunt grofweg op twee manieren, op drie manieren de markt in beweging brengen. Door regelgeving, door gewoon echt te forceren dat er bepaalde technologieën geïmplementeerd moeten worden in nieuwbouw, in bestaande bouw, et cetera. Dat is een manier. Dat heeft niet zoveel met een business case te maken. Een andere manier is inderdaad die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld energieproblemen zoals die netcongestie. Kunnen klanten niet zo heel veel anders meer. En wat jij nu noemt is de situatie waarin klanten de vrijheden hebben om voor bepaalde oplossingen te kiezen. En dan moet inderdaad een business case interessant worden. En dat laatste, daar ontbreekt het naar mijn idee nog wat aan. Maar dat komt ook omdat het een heel complex onderwerp is. Ik probeer dat een beetje aan te kaarten. Heel gemakkelijk zijn er een stuk of 6, 7, 8 verschillende onderwerpen waar je al aan moet gaan rekenen. Dan heb je het alleen maar over de techniek. Ja, wij nemen bijvoorbeeld in onze berekeningen niet mee of er ook subsidies nog toegekend worden, et cetera. In mijn ogen zijn een van de belangrijkste dingen om een goede business case te maken is een energiecontract die gebaseerd is op wisselende energietarieven.
Want we hebben al gezien dat op het moment dat je dit soort berekeningen gaat maken op business cases, waarin je alleen bijvoorbeeld de opgewekte zonne-energie gaat opslaan en zoveel mogelijk daarvan zelf gaat gebruiken om de energiekosten te drukken, dan is die terugverdientijd is over het algemeen zodanig lang dat je daarmee eigenlijk alleen maar de soort early adapters raakt. Die zijn dan bereid om dat te doen. Die vinden bijvoorbeeld op basis van het imago van hun bedrijf belangrijk om zo'n investering te doen. Maar het gros van de markt gaat dat dan niet doen. Op het moment dat je ook de gelegenheid hebt als bijvoorbeeld eindgebruiker of gebouweigenaar om ook de opgeslagen energie weer terug te gaan verhandelen en dat je daar relatief vrij in bent, dan wordt het anders. Want dan kun je inderdaad, zoals ik in dat grafiekje liet zien, dan kun je gebruik maken van wisselende energietarieven. En die energietarieven kunnen echt fors wisselen. En daar kun je echt aanzienlijk de terugverdientijd mee verbeteren. En dan wordt het ook echt interessant. Maar wat we tot nu toe wel gemerkt hebben, is dat heel veel gebouweigenaren of bijvoorbeeld ontwikkelaars, et cetera, zich eigenlijk helemaal niet eens realiseren dat er ook andere energiecontracten beschikbaar zijn. Het overgrote deel van alle gebouwen hebben gewoon een energiecontract waar een dag-nachttarief in zit. En daar ga je die besparingen niet mee halen. Dus, dus daarom ben ik er zelf een heel erg groot voorstander van dat een energiemanagement systeem die zeg maar heer en meester is over dat gebouw, die echt gaat bepalen van er gaat nu meer energie naar de EV-laders, want dat is rendabeler, want dan kan ik de energie verkopen. Ik ga nu geen energie meer afnemen van het net, want dat is hartstikke duur. Op het moment dat zo'n platform ook inderdaad een stukje autoriteit krijgt over zo'n gebouw, of eigenlijk de energie, niet eens per se het gebouw, maar de energie, dat maakt het dan, en rekening houdt met de energietarieven die er op dat moment gelden, dat maakt een echte goede business case mogelijk. Maar even heel kort in één zin dan. Dus de kern van jouw verhaal is de verhandelbaarheid op bepaalde momenten waarbij de prijs bijvoorbeeld heel erg hoog is. Ja, als die verhandelbaarheid makkelijker of toegankelijker wordt, dan heeft dat zal in ieder geval heel erg positief bijdragen dan aan de business case. Yes. En dat is technisch. Okay. En dat is technisch zeker al mogelijk. Ja. Maar als kleine gebruiker ben je dan gebonden aan een aggregator. Want dan mag je niet rechtstreeks een dealtje sluiten met Tenet. Dan heb je een aggregator daarvoor tussen nodig. Maar dat soort mogelijkheden zijn er al wel. Ze worden nog niet, heel veel gebruikt. Omdat een groot deel van de markt eigenlijk niet weet dat dit soort oplossingen er zijn om het wel rendabel te maken. Het enige punt wat dan nog overblijft, is dat je nog steeds een forse investering nodig hebt. Ja. En we merken dat een vertraging kan zijn. Dit is wel super, weet je. En ik denk wel dat we in de meeste gevallen, als je kijkt naar de prijscurveontwikkeling, bijvoorbeeld voor zon-PV, voor batterijen, voor noem maar op, dan vertoont hij een dermate dalende trend dat die case heel veel beter wordt. Roy, welkom. Benjamin, welkom. Roy, het is gelukt. Je bent er. Dat is heel fijn. had even wat voeten in de aarde. Ik ook wel vanmorgen toen ik probeerde hier binnen te komen. Weet je, het is, ik vind het gewoon, ik denk dat ik even een persoonlijke ontboezeming ga doen. Wat hier gebeurt, dat raakt me een beetje. Want toen ik een aantal jaar geleden dus begon met dat hele idee van ja, we gaan echt naar een internet of energy toe. En ik merkte dat als ik daar verhalen over vertelde en ideeën over deelde, en ik had echt geen idee van hoe het er nou precies uit zou gaan zien. Maar het stuitte op heel veel enthousiasme. Dus morele support was er altijd. Maar wie ging het nou doen? En nu zitten we hier met een ruimte vol mensen die hier gewoon dagelijks mee bezig zijn. Het is voor mij, weet je, ik heb een beetje zo'n wow moment. We hebben het echt nu over de business cases. We hebben het over de praktische use cases. We komen nu echt al die hobbels tegen. Er was een medewerker, een collega van mijn vorige bedrijf. Die hield zich bezig met product development. En toen waren we dus bezig met algoritmiek. En met algoritmische sturing op lokale energiesystemen. En hij zei altijd, ja Arash, dat is leuk hoor, al die ideeën van jou. Maar tussen visie en uitvoering ligt complexiteit. En dat is dus dat is het cadeau dat je mij gaf. Ik heb daarmee een rotbaan. Maar dit is wel precies die
ja, die complexe materie waar we nu met elkaar doorheen aan het gaan zijn. En 1 plus 1 is zoveel meer dan 2. Dus, mag ik nog een, ik wil wel nog een balletje opgooien, als het kan. Ja, dat mag ik eerst, Lucas, mag ik een voorbeeld geven naar aanleiding van de vraag die ik heb gedaan aan Arash en aan de rest? Oh, sorry. Ja, even een voorbeeld. Ik heb vorige week op een congres gestaan, Nationaal Asset Management Congres van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud. En jullie weten, Rijksvastgoedbedrijf is de grootste gebouwbeheerder van Nederland met 12 miljoen vierkante meters BVO. Maar dat is niet mijn achtergrond. Mijn achtergrond is duurzaamheid en milieu. En energie natuurlijk als een van de belangrijkste thema's binnen duurzaamheid al vele jaren. En ik wil jullie één voorbeeld geven, Arash, en dat bedoelde ik met van het gaat veel breder dan alleen maar binnen het thema energietransitie. Hoe ik in het verleden al ben vastgelopen op hele grote ambities of goede ambities die dan uiteindelijk niet waar worden gemaakt. Ik ga jullie dit voorbeeld even aan de hand doen, waarmee jullie waarmee ik wil aangeven dat we hobbels voor moeten zijn. En nou, dat voorbeeld is als volgt. Ik kwam van de Universiteit Twente, werd gevraagd door Defensie om het nieuwe milieubeleid op te gaan stellen voor Defensie. Nou, wat was het uitgangspunt? Wij gaan op Defensietreinen, omdat we zoveel ruimte hebben, gaan we windturbines plaatsen. Dat was in 1998-1999. Zo geschiedde in het Defensie Milieubeleidsnota 2000 staat, Defensie gaat windturbines op eigen terrein neerzetten. Roy die maakt de overstap van Defensie, zeg maar de bestuurstaf, naar een onderdeel, de marine. Ga daar aan de slag en ga een business case opstellen voor de Admiraliteitsraad voor 18 windturbines op de Karib. Ik leg de business case daar neer bij het hoogste orgaan van de marine. En jullie voelen me al aan, terugverdientijd 12 jaar. Het waren 18 windturbines ongeveer, toen destijds was al euro's, maal 2 miljoen, kwam ik uit op een business case van 36 miljoen. Terugverdientijd 12 jaar. Wat zegt de Admiraliteitsraad? Beste meneer Pillen, wij hebben hier een richtlijn van EZK. Terugverdientijd voor overheidsinvesteringen moet binnen 8 jaar terugverdiend zijn. Dus ja, dat gaat niet lukken met deze business case, meneer Pillen. Ja, zeg ik, beste admiraal, beste vlagofficieren. Maar ik moet rekenen met grootverbruikerstarief. Want de marine kan tegen grootverbruikerstarief inkopen. Als ik kleinverbruikerstarief hanteer, dan blijf ik binnen die 8 jaar. En kan ik die windmolens binnen 8 jaar terugverdienen. Ja, meneer Pillen, maar dit zijn de regels vanuit het ministerie van EZK. Dus ja, dat gaan we dus niet doen, want ja, 12 jaar is te lang terugverdientijd. Nou, dan kun je zeggen van fair enough vanuit overheidsperspectief, vanuit de marine. Wat dan niet goed gaat in mijn beleving is dat de Tweede Kamer dan zegt, na 4 jaar, hey, beste staatssecretaris van Defensie, u heeft opgeschreven dat u duurzame energie gaat realiseren op eigen terrein. Hè, dat u zelf die verantwoordelijkheid neemt, want u heeft grond, u heeft ruimte. U heeft, in principe wil ik u daar middelen voor geven. Maar er komt dus geen vraag van de Tweede Kamer naar de verantwoordelijke minister. Van goh, u heeft opgeschreven in 2000 dat u zelf windenergie gaat opwekken op eigen terrein. En u heeft het na 4 jaar niet gedaan. En dat bedoel ik met tegenstrijdige regelgeving. Je hebt enerzijds dus die terugverdientijd regelgeving vanuit EZK. En van anderzijds goede initiatieven vanuit Vrom. Of waar kwam het vandaan? Ik denk ja, vooral van Vrom destijds. Van hey, we gaan zelf windenergie opwekken. En daar bedoel ik mee, Arash, er zijn veel meer tegenstrijdige regelgeving, niet alleen binnen ons thema waar we het nu over hebben, maar in een breder perspectief. En dat zullen we veel scherper, op hoger niveau volgens mij, duidelijk moeten hebben, voordat we allerlei dingen gaan uitrollen. Want anders zijn we heel enthousiast bezig en dan komt puntje bij paaltje bij projectuitvoering en lopen we vast. Nou, dit voorbeeld wil ik even geven. Ik kan heel veel voorbeelden geven waar je dus vastloopt met de tegenstrijdige regelgeving en normering op verschillende thema's. Ja, ik denk dat wat je schetst is heel treffend. En ik denk dat het ook te maken heeft met onze super Nederlandse neiging om allemaal dingen in silo's op te delen. He, dus wij denken ook dat er iets bestaat als een energiesector, maar dat is helemaal niet waar. He, want jij en ik zijn allemaal de energiesector, want iedereen die deelneemt aan het systeem, die is deelnemer. He, dus net als dat we allemaal internetgebruiker zijn. Dus het is een dwarsdoorsnijdend thema. En wat je dan merkt is dat er verschillende departementen zijn, een EZK bijvoorbeeld, een ministerie van Financiën, ja, die kennen elkaar helemaal niet in waar het naartoe gaat volgens hun op energiegebied. Sterker nog, binnen EZK heb je dan nog directies ICT en directies energie en directie klimaat. En die drie, die hebben ook nog maar heel erg weinig contact met elkaar. Dus dat begint nu mondjesmaat pas op te komen, maar dat hele idee van integratie, systeemintegratie die zo nodig is in dit domein,
die kan alleen maar op een goede manier komen door ook integratie op beleidsvlak toe te passen. Ja. Ja, ja, maar ik vind het wel een treffend voorbeeld, want het voorbeeld wat Roy aanhaalt is wel zoals de markt in het algemeen ook gewoon kijkt naar dit soort oplossingen. Een terugverdientijd van meer dan 10 jaar wordt gewoon over het algemeen als niet interessant gezien. 8 jaar, de meeste bedrijfs... eigenaren, die hanteren zelfs 7 jaar. Maar zo rond die 7, 8 jaar, daar moet gewoon de grens zitten. En op het moment dat zeg maar technologische ontwikkelingen niet een terugverdientijd van rond die 7, 8 jaar kunnen bewerkstelligen, zal een heel groot deel van de markt hem niet interessant vinden. Ja. Dat is daadwerkelijk echt waar. En daar ligt ook voor de zeg maar leveranciers van oplossingen een heel erg schone taak om proberen dat soort oplossingen de markt in te brengen. Ja, goed Richard, maar dan kun je dus in deze zeggen van ja, moeten we het grootverbruikerstarief in Nederland niet opheffen, zeg maar. Waar ligt de oplossing dan in dit geval, zeg maar? Nou ja, kijk, ik ben er niet bij betrokken geweest. Het gevoel wat ik er wel bij kreeg is van nou ja, hoe creatief, zeg maar, had je de vrijheid om met getallen te rekenen, of je bijvoorbeeld met het huidige energietarief mocht rekenen, of dat je ook toegestaan had om. Ja. Ja, nou ja, maar kijk, ik zou ook me kunnen voorstellen dat je kunt zeggen van nou, ik verwacht dat over 3 of over 5 jaar het energietarief van de grootverbruikers aanzienlijk hoger ligt. Het is maar de vraag of je daarmee wegkomt. Maar goed, het gat was duidelijk te groot hoor, zoals ik het nu hoor. Maar ik snap de uitdagingen echt heel erg goed en de frustratie ook absoluut. Ja. Nee, maar het is ook een beetje het grootverbruikerstarief, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dat dag-nachttarief, dat staat eigenlijk helemaal nergens meer op, hè, want... Naarmate we met zon bijvoorbeeld meer overdag opwekken, dan zou het juist andersom moeten zijn. Welkom Derco, wil ik nog even zeggen, want jij bent ook binnen. Het is je gelukt, je bent door de ballotage heen. Daar deden we altijd natuurlijk een uitgebreide check van je antecedenten voor. En dat duurde even, maar je hebt je visum gehaald. Dus welkom bij Hopin. En Benjamin hebben we ook nog niet aan het woord gehad. Benjamin, kun jij misschien... Wat zijn jouw gevoelens bij deze ochtend en wat is jouw blik en wat ga je ermee doen? Ik vond het heel interessant. Ik ben zelf business developer bij Main Energy. Dus wij zijn nu bezig om de klanten te helpen die zelf niet heel goed weten hoe ze de verduurzamingstrajecten aan moeten gaan. En gaan wij door middel van partners en kennis die we hebben, gaan wij de energietrajecten aan bij de klant om bijvoorbeeld ook batterijen te plaatsen, zonnepanelen, laadpalen. Dat zoek ik dan ook uit op basis van het gecontroleerde vermogen, op basis van de energiepatronen en waar kunnen we iets besparen of niet. En dan daar zijn we nu mee bezig. Maar ik had ook wel nog een vraag aan Heine. Want je had het over de communities verbinden, dus in principe alle gebouwen met elkaar verbinden. En op dit moment is denk ik dan de grootste bottleneck dat elk gebouw heeft in principe gewoon zijn eigen aansluiting. Op het moment dat je door die aansluiting heen gaat, dan is het op het net. Hoe wordt dat in de toekomst wordt dat verholpen? Dat je niet meer door je eigen aansluiting heen moet, want dat wordt denk ik wel een grote opgave. Bedoel je dan het aansluittarieven? Want dat is op dit moment inderdaad een soort bottleneck. Hè? Op het moment dat je boven je capaciteitsafspraken gaat, dan gaat het net beheerder plotseling gewoon hele andere bedragen aan je rekenen. En als je dat maar 1 keer per jaar doet, dan ben je aan dat tarief gebonden. Wat de business case behoorlijk nadelig kan beïnvloeden. Net als leveren en terugleveren op dat vlak. Of bedoel je dat je echt direct energie met elkaar kan wisselen zonder dat je beperkingen hebt in je aansluiting? Dat bedoel ik meer omdat je nu hebt natuurlijk je aansluiting, je leeft daarop terug en je neemt er van af. En op het moment dat gebouwen met elkaar kunnen communiceren of gunstiger met elkaar energie kunnen uitwisselen, is dat nu denk ik wel, ook weer technisch, is dat wel een lastig puntje. Ja, dat klopt. Is daar in de toekomst een oplossing voor, wordt er aan gewerkt? De netbeheerders zijn aan het nadenken om variabele capaciteitstarieven te gaan hanteren, hè, waardoor je niet meer dat probleem hebt wat ik net schetste. Maar veel business cases die gaan op dit moment gewoon toch kapot op de tarieven die de netbeheerders vragen. Zelfs voor teruglevering. Dus op het moment dat we hebben een case gehad waarbij we een zonnepark hadden. Waar we vervolgens om congestie op te willen lossen in de nacht energie van het net wouden trekken. Helemaal binnen de transformatorruimte. Op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je... dusdanig capaciteitstarief in rekening gebracht krijgen, dat de business case gewoon helemaal niet meer werkt. Dus ja, dat is een serieus probleem.
En ja, daar moet ook zeker naar gekeken worden. Ik zou misschien nog even iets willen aanvullen op wat Richard eerder zei over dynamische tarieven. De spread op een dag is tegenwoordig bijna 20 cent. Dus dat betekent gewoon dat als je naar dynamische huurtarieven kijkt op de Apex-markt, dan is de laatste tijd dus het verschil tussen het hoogste en het laagste tarief 20 cent. Nou, daar kan je business case technisch heel wat mee doen. Een half jaar geleden was dat een keertje 4 tot 8 cent, maar nu is dat 20 cent. Nou, dat heeft ook mee te maken natuurlijk met de absolute hoogte van de tarieven. Maar ja, mocht dat lange tijd zo blijven, dan is dat gewoon heel positief voor de business case. En dan wordt het heel erg interessant om op de goedkope momenten te laden en je batterij, je auto te laden en je batterij te laden. En op de duurdere momenten wat rustiger aan te doen. Ja, en inhakend op wat Benjamin zojuist zei, het is zeg maar natuurkundig gezien is het best nog wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat de energie van gebouw A en gebouw B wat ernaast staat, om die energie daar ook daadwerkelijk echt te krijgen. Want wat er namelijk gebeurt is dat je de energie terug gaat leveren naar het net. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die energie die je dan teruglevert ook echt daadwerkelijk bij dat andere gebouw terecht gaat komen. Dat is inderdaad zo als die qua netaansluiting daar heel dicht in de buurt zit en een hele grote energievraag heeft. Maar er zal puur energietechnisch gezien zal er ook een deel van de energie gewoon terugvloeien naar het net, omdat het net zelf een bewuste vraag heeft. Dus als je het hebt over echt daadwerkelijk bijvoorbeeld de kilowatts van het ene gebouw naar het andere gebouw pompen via het net. Ja, is dat nog niet zo heel makkelijk geregeld. Dat ligt echt ook aan hoe de fysieke aansluitingen geregeld zijn. Dan zou je echt een fysieke kabel, een separate kabel, tussen de gebouwen onderling moeten gaan maken. Je mag de energie niet zomaar van de ene kabel naar de andere kabel transporteren zonder dat je dat via het energienet doet. Dus op dat vlak zitten er toch nog wel wat uitdagingen als je het zo bekijkt. Ik wil straks eventjes Derco aan het woord laten, maar in reflectie hierop. Ik denk dat we de komende paar jaar eerst een enorme groei gaan zien in het aantal aanvragen voor private netten, om deze reden. En waarbij eigenlijk kun je alles wat zich achter een EAN bevindt, dat kun je beschouwen als een privaat net. En daar ben je totaal vrij om te integreren. Maar hoe bewuster je dat doet, hoe eerder je gebruik kunt maken van allerlei diversiteitsvoordelen in je bestaande installaties. Dan krijg je dus betere mogelijkheden tot integratie bijvoorbeeld van een warmteinstallatie, een elektriciteitsinstallatie, een opslaginstallatie, een buffering. En dat zie je nu al op heel veel plekken hoor. Bijvoorbeeld de campus van de TU Delft is een privaat net. Die zitten met enorme issues, maar juist het feit dat ze een privaat net zijn, geeft ze mogelijkheden om op een andere manier op te lossen dan op dit ogenblik langs onze energienetten te doen. Derco, je bent al een tijdje online en veel te stil. Overigens, er staat time left 3 minuten. In de chat met de organisatie zag ik dat de tool zichzelf afsluit om 13 uur. Dus we hebben nog wat uitloop, geloof ik. Maar Derco, ik wil jou heel graag eventjes het woord geven. Ja, dankjewel Arash. Ja, ik vond het ook super boeiend. Ik ben al wat langere tijd een beetje dit soort webinars aan het afgaan. Ik vind deze ook wel verhelderend in het verhaal van het juridische en het regelgevingoverzicht die gegeven werd. Maar ik wilde me eigenlijk ook aansluiten bij wat hier net besproken werd met wat Benjamin ook aangaf van voor die consumenten. Want wij zijn zelf met een project bezig, dat heet Future Grid Krylo. Misschien hebben jullie het voorbij zien komen, maar wij zijn daar ook bezig met op zoek naar een partij die dat voor ons kan doen. Hè? Een soort, noem het een aggregator voor het hele gebied. Dus een nieuwbouwontwikkeling van 600 woningen. Waarbij ook nog een aardig groot bedrijventerrein bij komt. Hè? Dus als je het hebt over die mix van eindgebruikers, die zitten er allemaal. En wat we op zoek zijn is naar, wat kan er nu al? Dus het is een wijk wat van 2023 tot zelfs 2028 gaat uitgerold worden. En in die tijd zullen ook de wetgevingen hopelijk veranderen. Maar we zoeken heel erg van welk concept kun je nou nu al opzetten. En misschien binnen de huidige wat nu mogelijk is. Maar zodat het zo goed mogelijk ook aanpast aan die veranderende wet en regelgeving. Nou, en dat begin je met wat nu al kan. Zijn van die smart mobility hubs creëren. We hebben genoeg ruimte toevallig ook in deze wijk. Dus we gaan wat extra zon-PV neerzetten in combinatie met laadpalen. En wellicht ook batterijen aansluiten. Nou, dat is de gedachte. Maar waar we heel erg tegenaan lopen, ook in de marktconsultaties, is dat eigenlijk wat Benjamin schetst van, hè, je hebt die aansluiting
Elke woningeigenaar gaat die aansluiting krijgen. Maar hoe krijg ik dan binnen wat nu mogelijk is een soort platform waar dat mogelijk is? Nou, en energiebedrijven geven dan aan, ja, dan krijg je een soort heel grote structuur van heel veel lijntjes, complex, is moeilijk en het kost ook heel veel tijd en dus ook geld. Nou, en daar zitten wij een beetje in die struggle nu van hoe kunnen we dit goed borgen dat het wel binnen wat nu mogelijk is nu doen, maar ook klaar te zijn voor die veranderende wet en regelgeving. Dus ja, zo snel mogelijk. Ja. Maar het is heel interessant erin. Ook een hele goede case voor troeven, zou ik zeggen. Dus laten we contact hebben. Ja. Kijken om dat te kunnen organiseren. Ja. Ja, ik wil ook graag meedenken, hoor. Ik heb niet direct een pasklaar antwoord voor hierop. Maar, Fijn. Ja. Nee, maar dit is. Dat geldt voor onze fabrikant ook. Ik ben wel heel benieuwd naar wat de echte achterliggende visie is. Er is bijvoorbeeld de achterliggende visie dat bijvoorbeeld de hele wijk zo min mogelijk CO2 moet besparen. Of zoveel mogelijk autonoom is of wat dan ook. Ik zou dat meevinden spelen in dat soort vraagstukken. Ik kan me zo voorstellen dat de complexiteit bij dit soort projecten vooral zit in de looptijd. Omdat in de looptijd er waarschijnlijk weer nieuwe techniek en nieuwe regelgeving naar boven komen. Maar ook de kwantiteit van de aansluitingen. Want in omvang hebben we dat soort projecten in Nederland gewoon nog niet zoveel gezien. Als het gaat om bijvoorbeeld het poelen van bijvoorbeeld 600 woningen die allemaal een energieopslagsysteem hebben en allemaal energie opwekken. Hoe ga je daar een totale pool van maken die dan bijvoorbeeld bijdraagt aan de stabiliteit van het energienet of zoveel mogelijk CO2 bespaart. Dat is echt mega interessant. Dus, ja. Dus gewoon niet om, bijvoorbeeld met ons of met Heine of wie dan ook. Maar ik dank je wel hiervoor. Waar ik iedereen eigenlijk ook nog eventjes op wil wijzen is dat er, dus net opengegooid door RVO, de mooie 2022 regeling. Dat is toch een vrij serieuze regeling, ook in bedragen die je nu ziet, die beschikbaar worden gemaakt voor innovaties juist op dit vlak. En als je kijkt naar mooi 2022, volgens mij is het lid B, dan gaat het over de gebouwde omgeving. En juist in die gebouwde omgeving, daar zie je dat er van overheidswegen is er de eis gesteld dat het bijdraagt aan aardgasloos. Nou ja, dat is denk ik niet zo moeilijk met waar we allemaal mee bezig zijn. Ik denk dat we allemaal wel kunnen stellen, we proberen een bijdrage te doen aan aardgasloos. Maar waarbij ook daardoor de ruimte wordt gecreëerd, juist voor integratie van lokale warmtesystemen met de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving. Volgens mij sluiten de vooraanmeldingen 19 april. Maar wij zijn op dit ogenblik bijvoorbeeld een consortium daarvoor aan het samenstellen. Gezondheid, overigens, Paul. En ik denk dat het zeer de moeite waard is om in de komende paar maanden te kijken naar hoe gaan we nou dat consortium op de goede manier vormgeven, zodat we in september echt tot een gedegen aanvraag kunnen komen. Maar dit zijn, Lucas Smits, die zegt het al in de chat. Hij heeft een hele mooie PDF-samenvatting van een mooie regeling die hij kan delen. Ontzettend graag, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat hier gewoon ook kansen zijn en waarbij we onszelf kunnen voeden met met meer mogelijkheden, met meer ruimte om hier ook aan te bouwen. En dit soort projecten die dienen denk ik ook echt wel als schabloon voor de regelgever voor zijn eigen beleidsinnovatie. Arash? Ja, zeker. Ja. Als ik weer zo vrij mag zijn. Ja, tuurlijk. Je bent hier. Ja, ik, voor mensen die mij niet kennen. Ik werk dus bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de Utrechtse regio. ROM Utrecht Region als business developer gericht op de energietransitie. Een van mijn dingen waar ik mee bezig ben is bijvoorbeeld partijen bij elkaar brengen om bijvoorbeeld een mooie aanvraag te doen. Dus soms vinden die partijen zichzelf, vinden die elkaar. Soms ontbreekt er eentje en omdat wij de hele keten spreken, kunnen we iemand bijvoegen. Dus dat is even een beetje het faciliterende. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, is enerzijds spreken wij het bedrijfsleven. Anderzijds spreken wij natuurlijk gemeente, provincie, RVO, et cetera. Dus echt aan die financieringskant eigenlijk, of waar de subsidiegelden vandaan komen. Ik ben heel erg benieuwd, hebben jullie nog ideeën over...
ja, waar kunnen we nou nog meer op sturen, zeg maar, om de volgende stap te maken? Dus want ik zie dat veel bedrijven zijn gericht bijvoorbeeld, hebben ideeën over netcongestie en dan lokaal balanceren en dat soort dingen. Nou, dat heb ik wel best wel vaak voorbij zien komen. Maar wat is nou, zeg maar, wellicht een kleine volgende stap wat weer nieuwe innovatie teweeg kan brengen of waar we wellicht op een of andere manier op aan kunnen sturen? Omdat wij, dat is ook onze rol, dus ook feedback teruggeven, zeg maar, naar de provincie, naar de RVO. Ja, dus een beetje lang verhaal, maar... Ik zit met een aantal hele slimme mensen, dus ik ben benieuwd of hier al, al ideeën over zijn. Wat is de next small step for the next big thing? Yes. Ja, ik weet niet of het een small step is. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, is de ontwikkelingen die er gaande zijn op DC-gebied. Dus niet op AC, maar DC. Nou is de uitrol van DC-net is niet iets makkelijks, is niet iets kleins. Maar ik weet dat bijvoorbeeld een van de partijen die daar nou bij betrokken is, een soort besturingssysteem ontwikkeld heeft, die op basis van voltages van het net, ervoor zorgt dat bepaalde kritische gebruikers aan of uitgaan. Het zou bijvoorbeeld best wel interessant kunnen zijn om, maar dat moet in regelgeving verankerd worden, anders gaat dat nooit loskomen. Maar door middel van regelgeving, dat er bijvoorbeeld gezegd wordt, komt die spanning boven de 245 volt, dan gaan bepaalde minder kritische gebruikers gaan aan. Zoals bijvoorbeeld het laden van EV's, dat kan dan bijvoorbeeld prioriteit krijgen, daar is veel energie voor nodig. Dat kunnen grote warmtebuffers zijn, et cetera. En dan is het wat anders dan een financiële prikkel, zoals dat nu via aggregators gaat. Maar dan gaat dat puur op een bepaalde technische parameter. En bij bijvoorbeeld een te lage spanning, dat er dan bepaalde zware gebruikers die als niet kritisch geclassificeerd worden, op die manier geforceerd uit zouden moeten, omdat die bijvoorbeeld best een kwartiertje uit kunnen. Dus er zou op een gelijke manier, zoals dat met DC ingestoken wordt, zou er ook op AC-gebied. Dat gebeurt met omvormers, bijvoorbeeld van zonnepanelen gebeurt dat. Op het moment dat die spanning boven de 250 volt komt, is er normtechnisch gezien verplicht dat die omvormers uitgaan. In mijn ogen zou zeg maar die regelgeving ook op andere gebruikers en opwekkers zouden doorgevoerd kunnen worden. Ik weet niet in hoeverre dat haalbaar is, maar technisch gezien is het niet zo mogelijk om het te implementeren door er een netwachter tussen te zetten, de spanning te monitoren en daar bepaalde beslissingen aan te hangen. Maar goed, dat is een van de dingen die mij zo te binnen schieten. Ja. Is jouw antwoord dan tweeledig, als ik het goed heb begrepen? Dus enerzijds heb je het wet- en regelgeving verhaal. Anderzijds heb je een stukje software die dat aan kan sturen. Dus heb je het dan goed begrepen? Of? Ja, maar het is in basis technisch niet zo ingewikkeld om op een parameter zoals bijvoorbeeld een voltage of frequentie of een combinatie daarvan te zeggen, ik kom boven die bepaalde drempelwaardes uit en dan gaan er die en die stukken hardware gaan er juist aan of uit. Dat zou best moeten kunnen. Alleen het punt is dat soort zaken nergens verplicht zijn om dat soort technologieën in te voeren. Dus iedereen is vrij om die gebruikers nu gewoon aan of uit te laten. Maar dan zal er op een bepaalde manier in bijvoorbeeld lokale regelgeving, ik weet niet of dat binnen een gemeente mogelijk is, ik denk dat het lastig is. Maar dan zou er bijvoorbeeld inderdaad op nationaal niveau een verplichting in normeringen moeten komen. Ja, maar dan moet er eerst nagedacht worden over welke gebruikers vindt men level 1 kritisch, 2 kritisch of niet kritisch, et cetera. Daar moet over nagedacht worden. Maar ik weet dat dat op DC-gebied dat het gebeurt, maar op AC-gebied zie ik dat niet. En dat vind ik eigenlijk jammer. Dus regelgeving zal daar denk ik leidend in zijn. Technologieën zijn daarvoor. Oké. Okay. Ja, je ziet overigens dat we daar in Nederland denk ik wat voorzichtiger mee zijn dan op een aantal andere plekken. Zuid-Afrika bijvoorbeeld is heel ver met load shedding, waarin het best wel centraal geregeld wordt. Maar ik denk dat het principe wel gestand doet. Hè, van je wil namelijk, we hebben nu in 1,5 miljoen plekken waaruit niet schakelbare bronnen, waarvan wij niet bepalen wanneer ze aan en uit gaan,
hoeveelheden energie worden toegevoegd aan het systeem. We hebben ook niet echt een incentive om te kiezen voor omvormers bijvoorbeeld die zorg dragen voor een hoge kwaliteit van stroom en spanning. Dus je ziet dat er eigenlijk op de uiterwaarde van die net, de haarvaten van de net, eigenlijk een hele slechte kwaliteit stroom en spanning wordt ingevoerd. Dat doet iets met frequentie, dat maakt frequentiebeheer steeds moeilijker ook. Dus ik denk echt dat daar enorme winsten te behalen zijn. En misschien zelfs dat wij op manieren komen om frequentiebeheer en daarmee dus ook een bepaalde vorm van balansbeheersing, dat je steeds meer die verantwoordelijkheid gaat leggen op lagere netvlakken, tot aan je private net, tot aan ergens achter de meter. Van, het mag pas de meter door als het voldoet in ieder geval aan die kwaliteitseis. Zelfs dat zou nog kunnen op een gegeven moment. Maar dit is super relevant. Overigens, als je kijkt naar DC. En heel goed dat je even Harry Stockman hier noemt, Roy ook. Want hij is echt een autoriteit op het gebied van DC. Niet alleen voor Nederland, maar internationaal. Een van de grappige noties die ik had, was ik heb vanmiddag weer een gesprek met KPN. Daar doe ik af en toe wat mooie dingen mee samen. Maar KPN heeft natuurlijk die hebben een 48 volts DC-netwerk op heel lage amperage, maar dat ligt door heel Nederland heen. Ik speel ook wel eens met de gedachte van, ja, wat als je dat oude telefoonnetwerk nou inzet voor energiegerelateerd dataverkeer op lokale netten, maar misschien ook wel voor een stuk hulp in het balanceren van die lokale netten. Waarom is dat niet mogelijk? Volgens mij gaan wij trouwens, ik zie hier een thanks for attending the event. Nou, dan gaan we allemaal duimpjes invullen en dat het heel erg tof is en zo. Inmiddels zijn jullie allemaal heel vaag geworden. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Klopt dat? Ik zeg gewoon top hier zo en het is top.